Geachte leden van de gemeenteraad van Hardenberg, dames en heren op de publieke tribune en natuurlijk de media die hier voltallig aanwezig zijn, van harte welkom op deze raadsvergadering van dinsdag 24 mei 2016. Ik open de vergadering met een mededeling van afwezigheid van de heer Wilts, mevrouw Juurlink en de heer Botter. En de heer Stelpstra die verkeert ergens in dit gebouw, maar zal zich spoedig weer aansluiten in deze raadszaal. Wij komen bij agenda punt 2. Vaststelling van de agenda. Kan deze agenda uw goedkeuring wegdragen? De heer Reiling. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil graag een agenda punt toegevoegd hebben. Een motie vreemd betreffende de financiering voor de fontein. Dat is akkoord, dat kan. Motie vreemd orde aan de dag. Dat gaat over CBS de Fontein. Veel mensen zijn hiervoor aanwezig. Ik zie ook de hand van de heer Dogger, geloof ik. Ik zag een beweging. Ja, dat klopt. Ik zag een beweging. Maar omdat het punt Fontein inmiddels op de agenda is geplaatst, hoef ik daar verder geen vragen over te stellen. Akkoord. Ik zie veel mensen uit Lutte hier vertegenwoordigd. Ik zou u... Dat klopt dus inderdaad. Ik zou uw raad willen vragen of u kunt instemmen met de afwijking van de reglement van orde, wat wij normaal gesproken hebben, dat we moties vreemd aan de orde van de dag pas na de bespreekstukken behandelen. Dat is zoals de orde voorschrijft. Maar ik vraag u, zou het een suggestie zijn om de motie aan het begin van de bespreekstukken te behandelen, zodat we ook de mensen op de publieke tribune natuurlijk de gelegenheid willen geven om ook na de behandeling van die motie de raadsvergadering te blijven volgen. Want er staan nog genoeg interessante onderwerpen op de agenda. Maar in ieder geval bij dat punt nog volop de aanwezigheid te kunnen hebben. Is dat akkoord? Dat is akkoord. Dat betekent dat wij met agenda punt 6 beginnen met de motie vreemd orde aan de dag. En plan van aanpak bestuurlijk manifest, dat wordt 7. En dat nummeren we door naar 8, 9, hamerstukken wordt 9. En zo gaan we door naar 10, 11 en 12. En agenda punt 12, dat zult u begrijpen, dat is de sluiting van de vergadering. Akkoord. Daarmee voldoende over de vaststelling van de agenda. Daarmee is hij definitief geworden. Brengt ons bij agenda punt 3, het spreekrecht over de agendapunten. Er hebben zich geen vertegenwoordigers gemeld om nu in te spreken bij deze raadsvergadering. Ook nu zie ik geen handen, dat betekent dat we dit punt kunnen afhameren. Actuele vragenronde, agenda punt 4. Iemand behoeft om gebruik te maken van de actuele vragenronde. CDA-fractie en de fractie van GroenLinks. Ja, ik moet nog even wennen aan uw nieuwe positie, aan de andere tegenover mij. Ik begin bij de fractie van het CDA, de heer Brink. Dank u wel, voorzitter. De Centrale Raad van Beroep heeft op 18 mei jongstleden drie richtinggevende uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp onder de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Een aantal gemeentes is door die uitspraken op de vingers getikt, omdat het aanbod van huishoudelijke hulp niet voldoende was afgestemd op de individuele behoeften van de zorgvragen. De fractie van de CDA Hardenberg vindt het belangrijk dat mensen langer thuis kunnen wonen in een opgeruimd en schoon huis. En stelt daarom de volgende vraag. In hoeverre hebben de uitspraken impact op het huidige beleid huishoudelijke hulp van onze gemeente Hardenberg? Dat was voor nu even de vraag, voorzitter. Dank u wel. Ik stel voor om direct naar de wethouder te gaan kijken of hij daar een reactie op kan geven. Het woord is aan de heer Prins. Dank u wel, voorzitter. Ja, over de huishoudelijke hulp als algemene voorziening in de gemeente Hardenberg is ook in de volksmond nog wel, zijn ook nog wel in de volksmond de nodige misverstanden. Want er wordt heel vaak gezegd, de gemeente geeft niet meer dan 2 uur, of de gemeente geeft niet meer dan zoveel. Dat is niet aan de orde. In de gemeente Hardenberg, en daar heeft u een besluit over genomen, hebben we huishoudelijke hulp tot een algemene voorziening verklaard. We bieden dus als het ware een algemene voorziening aan. Hoe gaat dat feitelijk in zijn werk? Mensen die geïndiceerd waren, die kunnen gebruik blijven maken van huishoudelijke hulp. Bij de contractpartners zoals die voor die verandering
ook bij ons gecontracteerd waren. Ze maken zelf afspraken wat ze gerealiseerd en geregeld willen hebben. Maken ze gebruik van door ons gecontracteerde partners, dan krijgen ze een tegemoetkoming van de gemeente van 75 euro. En daarnaast, als mensen beneden een bepaalde inkomensniveau zitten, kunnen ze nog een keer 75 euro tegemoetkoming krijgen. Als je dat vergelijkt met de oude regeling, zoals die er was, dan betaalden mensen vaak 17 euro eigen bijdrage. Als je dat helemaal doorbreekt, dan willen ze in dezelfde financiële positie geraken en hebben ze ongeveer 2 uur hulp in de week. Maar dat schrijven wij niet voor. Ja, die uitspraak die er is geweest, is dat van invloed op de gemeente Harper? We kunnen het nog niet helemaal overzien. Wat we wel denken op dit moment, wat onze juristen denken, is dat het... Ja, dat we denken dat het niet zo'n hele grote impact op de gemeente Hardenberg heeft, omdat we de BMO-ondersteuning in de huishouding nog steeds aanbieden, maar dan als algemene voorziening. En als het nodig is, als maatwerkvoorziening. Dat komt in een enkel geval nog voor. Zoals ik al zei, inwoners die indicaties hadden, die hebben die gewoon gehouden. En die zijn, ja, voorafgaand aan het nieuwe systeem, zijn ze ook allemaal gezien en gesproken. En nieuwe aanvragen vallen sowieso onder het nieuwe regime en die komen via het Samen Doen Team. Er zijn wel wat zaken die we op grond van de uitspraak aan moeten passen in onze verordening. En daarover zullen wij u informeren wat er aangepast moet worden. Maar volgens onze juristen is dat geen reden om de gemeente in heel veel gevallen niet ongelijk te stellen. Maar definitief kunnen we dat nog niet helemaal zo stellen. Dus dan voert nu ook te ver om daar op vooruit te lopen en een bouwde uitspraak te doen van het raakt ons niet. Dus daar zijn we nog wel wat voorzichtig in. Ja, in onze beleidskeuzes moeten we, in onze verordeningen, moeten we nog iets scherper aangeven van wat we dan verwachten van de dienstverlening. Welke prestatie er geleverd moet worden. En we moeten ook iets zeggen van wat is redelijk wat mensen zelf financieel bijdragen. Daar zullen we in onze verordeningen nog iets meer van moeten zeggen, is ons wel gebleken uit de uitspraak. Maar vooralsnog hebben we niet één op één de gedachte dat het ons heel hard raakt. Maar dat is op dit moment nog datgene wat de juristen ons aanreiken. Akkoord, dank u wel voor de beantwoording. Ik kijk even naar de steller van de vraag, de heer Brink. Nou ja, ik noemde net in mijn vraagstelling ook dat de gemeentes, dat de gemeentes zijn die op de vingers zijn getikt. Maar dat kwam mede door het feit dat zij wel standaard aantal uren voorschreven, die werd op standaard modules. Als ik de beantwoording van de portefeuillehouder goed interpreteer, dan schrijft de gemeente Hardenberg dat niet voor. En het stemt ons tot dusver enigszins gerust. En ik wil u danken voor uw beantwoording. Ja. Ik wil er nog één opmerking over maken. Afgelopen zaterdag was er, dacht ik, stond er een stuk in de Volkskrant over nou een beetje het dualisme in het systeem wat er nu ligt. En ik wil u wel toezeggen dat ik, want dat vond ik een hele scherpe analyse, dat wij ook eventjes die column even aan u doen toekomen. Dat geeft toch wel een beetje weer in wat voor schisma we eigenlijk zitten voor wat betreft die huishoudelijke hulp in relatie tot de wet langdurige zorg. Ja, daar zit wat tegenstrijdigs in. Het is misschien wel eens goed om daar kennis van te nemen, om ook, tenminste, ik heb er in ieder geval wel wat aan gehad om nog wat nader te duiden, om die analyse nog eens even scherp te hebben. Dus ik wil proberen of dat morgen eventjes digitaal naar u toe kan komen. En daarnaast stel ik voor dat de analyse zoals wij die nu kennen en wat we in onze verordening zouden moeten aanpassen, dat die notitie die ik heb gekregen, dat u die ook even krijgt. Dan neem ik u in ieder geval ook mee in het traject waarin we nu zitten. Akkoord. Royaal gebaren van de zijde van de wethouder. Twee toezeggingen noteer ik. En ik ga er ook vanuit dat de wethouder gaat vanuit dat niet iedereen hier de Volkskrant leest, constateer ik. Tot zover de vraag, actuele vraag van de zijde van het CDA. Mevrouw Van den Hoek, GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Op 12 augustus 2015 zijn er door de fractie van GroenLinks hier in deze raad vragen gesteld over verontreiniging van NAM-locaties binnen de gemeente Hardenberg. En op dat moment waren er 3 locaties binnen de gemeente Hardenberg waar in het verleden bodemonderzoeken waren geweest, maar geen recente onderzoeken waren uitgevoerd. Tot onze schrik is op 19 mei vorige week door RTV Oost een persbericht uitgegaan en een programma-item gewijd aan het feit dat 2/3 van NAM-locaties binnen provincie Overijssel ligt dat zwaar verontreinigd zouden zijn. Dit blijkt onder andere uit de inventarisatie die provincie Overijssel heeft gemaakt. Dit betreft
met name de gebieden in de Krim, Tutbergen en Wappenerveen. En locaties in Lutte is het zelfs niet duidelijk hoe ernstig de situatie is. Dit verontrust ons en de ChristenUnie en samen hebben wij een aantal vragen hierover, omdat het niet alleen gaat over bodemverontreiniging met minerale oliën, maar ook chemicaliën waarbij het grondwater is besmet. Onze vragen zijn een aantal. Was het college op de hoogte gesteld door provincie Overijssel over deze constateringen? En zo ja, wanneer was dat en waarom heeft u dan ons niet geïnformeerd? Zo nee, wat gaat u dan doen om wel tijdig op de hoogte te worden gesteld? Nu het bekend is geworden dat er zware verontreinigingen zijn, welke stappen gaat de gemeente Hardenberg zetten richting provincie Overijssel, die het bevoegd gezag is, om te komen tot onderzoek dan wel een adequate sanering? Deze locaties bevinden zich op een landbouwgebied binnen de Krim en ook in Lutte. En door droogte wordt met grote regelmaat gebruik gemaakt van grondwaterbronnen voor de landbouw. Mocht dit grondwater niet meer geschikt zijn om te gebruiken, vindt daar dan ook compensatie voor plaats. Tot zover. Akkoord, verontreiniging nam locaties. Ik kijk naar de portefeuillehouder die er vindt. Belast vanuit milieu met deze aangelegenheid. Het woord is aan de heer Frans. Dank u, voorzitter. Nou, de zorg die u heeft, die hebben wij ook. Laat het ook helder zijn. Dat heb ik ook als wethouder Milieu, Energie en Duurzaamheid. Het is een onderwerp wat we al vaker hier volgens mij aan de orde hebben. Het gaat ook rondom de afvalwaterleiding in Holthemen. Daar kom ik zo nog even op terug. We zijn onlangs geïnformeerd ook over de situatie dat de provincie heeft gezegd, wij gaan alles op dat terrein nog eens een keer alle NAM-locaties onderzoeken. Dus er vindt op dit moment ook een actualisatie van het bodemsysteem plaats. Ook van locaties die al eerder in beeld zijn geweest. En als u het hebt over de locatie in de Krim waar u op duidt, nou, daar is in het verleden ook al een sanering heeft daar plaatsgevonden. Die is nog niet afdoende afgerond. En daarom heeft ook de provincie gezegd, we gaan opnieuw een plan van aanpak maken om dat op een goede wijze af te ronden. En op het moment dat dat aan de orde is, dan komt er ook een beschikking vanuit de provincie om aan te tonen dat de zuivering of de sanering afdoende heeft plaatsgevonden. Rekening houden met aspecten die u ook net hebt genoemd als het gebruik zeg maar, van regenwater. Dus die heroverweging die de provincie nu maakt op alle NAM-locaties, die vindt op dit moment plaats. Dat gaat ook over de leiding rondom Holthemen. Die is afgerond. Want vorige week dinsdag hebben we in het college ook een brief ontvangen van de NAM. Waarin de NAM een beschikking heeft ontvangen van de provincie. Als het gaat zeg maar, om die sanering. En ik heb ook gezegd dat ik uw raad wil meenemen. In wat, daar heeft, wat die sanering heeft ingehouden. Waar het rapport daarvan is. En de conclusies daarvan zijn. Dus u krijgt volgende week van mij een memo in de raad, voor de raad. Waarin we dit zullen beschrijven, plus ook een kopie van die beschikking. Nou, de locatie, de Krim, die gaat binnenkort opnieuw van start als het gaat om de sanering. En we hebben ook gezegd, daar zitten we heel dicht bovenop. Onze milieuambtenaar zit ook bij de provincie. Dus we willen heel graag weten, en we zullen er ook druk op zetten, om dat op hele korte termijn te laten plaatsvinden. Zodat we ook weer aan de hand van een rapport, dus een onderzoeksrapport, en een beschikking, inzicht hebben in hoe die sanering heeft plaatsgevonden. Dus zo vindt op dit moment de onderzoek van die locaties plaats. En daar zitten we dus nogmaals heel dicht bovenop. Wat het uiteindelijk voor consequenties heeft als het gaat, wat u zegt, rondom gebruik weer van regenwater. Ja, dat zal ook afhangen zeg maar, van de analyse van de onderzoeker zelf. Dat komt ook terug uiteindelijk in de rapportage die wij krijgen. En dat geldt ook voor gevolgschade als u het heeft over risico's. Of compensatie, zoals u dat noemt, voor degene die het betreft. Dus we zitten er bovenop. U ontvangt in de loop van volgende week, het gaat eerst via het college en dan komt er bij uw raad een schrijven daarover. Dan gaat het onder andere over de sanering van Holthemen. En we gaan dan ook in op het tweede aanpakplan voor de Krim. Dus wat mij betreft bent u nu en zijn wij nu nadrukkelijk aan zet en houden we de vinger aan de pols. Akkoord, dank u wel. Voldoende, mevrouw Van Hoek. Twee punten nog in aanvulling.
twee kleine vraagjes. De onderzoeken die nu plaatsvinden, zijn dat onafhankelijke onderzoeken buiten de NAM om? Dat is één. En op welke wijze informeren wij op welk moment de omwonenden dat dit op dit moment plaatsvindt? Over de wijze waarop het onderzoek wordt gedaan, daar zal ik u ook informeren. Zal ik ook na moeten vragen wie exact dat onderzoek doet. Dus daar kom ik op meer terug. En uw tweede vraag nog even. Omwonenden. Ja, die zullen wij uiteraard ook informeren. Zoals de NAM dat normaal gesproken ook zelf altijd doet wanneer zij een activiteit beëindigt. Maar het gaat hier vooral om de bodemsanering. Dus het lijkt me al logisch dat we met betrokken partijen dan ook de resultaten dan van met elkaar zullen delen. Akkoord. Mooi, dank u wel voor de toevoeging. Daarmee geen actuele vragen meer. Dan gaan wij over naar agendapunt 5. Het vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 10 mei 2016 jongstleden. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen. Ik stel vast dat de besluitenlijst kan worden vastgesteld. Akkoord. Agendapunt 6. De bespreekstukken van vanavond. Zoals gezegd, met instemming van de raad, motie vreemd orde aan de dag, ingediend door de VVD. En ik zou graag de VVD als eerste gelegenheid willen geven om het onderwerp te bespreken. Vanachter het spreekgestoelte, akkoord. Dank u wel, voorzitter. Lutten leeft en wil blijven leven. Vorig jaar op 14 april hebben we als raad 1,7 miljoen beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van de basisschool en gymzaal in Lutten. Unaniem waren we als raad van mening dat een basisschool en een gymzaal in het dorp Lutten noodzakelijk was. In het voorstel was opgenomen dat de oude gymnastieklokaal zou worden gesloopt en geïntegreerd zou worden bijgebouwd, hetgeen kostenbesparing zou opleveren. Tevens werd in het voorstel aangegeven dat het schoolbestuur overwoog om met eigen middelen in beperkte mate extra meters bij te bouwen om invulling te kunnen geven aan het brede schoolconcept. Nu blijkt dat de stichtingskosten hoger uitvallen dan begroot, wat als voorbehoud was opgenomen in het raadsvoorstel van 14 april. Het meningsverschil spitst zich toe op de toerekening van die extra kosten. Het schoolbestuur is stellig in haar opvatting dat de extra bijgebouwde meters door het schoolbestuur worden gefinancierd en dat er voor ruim een ton aan bijkomende kosten zijn die ook in het oorspronkelijke plan van de gemeente door de gemeente zou worden opgebracht. Ongeveer 2 ton zit volgens het bestuur van de school in de te krap begrote gymzaal. Het college schrijft de extra kosten volledig, met uitzondering van de buitenruimte, toe aan de extra te bouwen meters. Het oorspronkelijke plan kan volgens het college worden uitgevoerd, weer met uitzondering van de extra kosten voor de buitenruimte, van het oorspronkelijk vastgestelde bedrag. Wij als VVD-fractie hechten veel waarde aan de leefbaarheid in de kleine kernen, aan goed onderwijs, bewegingsonderwijs in goed geoutilleerde gebouwen. Dit is investeren in de toekomst. Voor de eerder genoemde bijkomende kosten buiten hun ruimte is een budget geprognosticeerd van 1 ton. Hierover verschillende meningen niet. Het verschil is derhalve 2 ton. Het is duidelijk dat als er nu niets gebeurt en iedereen op zijn handen blijft zitten, hier met name de kinderen van Lutten en omgeving de dupe worden. Dat is dan ook de reden dat wij als fractie met een motie komen om in ieder geval de voortgang van het proces te waarborgen. En de nieuwbouw van de school, waar het schoolbestuur zelf 450.000 euro insteekt, in wil investeren om te kunnen realiseren. Voor de dekking van deze 2 ton hebben we hetzelfde methode gekozen als voor de nieuwbouw van het Vechtaalcollege vorig jaar, die we ook op 14 april 2015 hebben vastgesteld, uit de toekomstige baten. De motie, die u waarschijnlijk als de meeste raadsleden wel vreemd zal overkomen, maar die wordt zo dadelijk verspreid. Het dictum van de motie: de gevraagde middelen van maximaal 2 ton ter beschikking te stellen aan het schoolbestuur van de Fontein, hiervoor dekking te zoeken in de toekomstige baten, zoals ook gedaan is bij het Vechtal College in Dedemsvaart. Akkoord. Dank u wel.
Zijn er op voorhand vragen aan de heer Reiling? Ik heb een vraag aan meneer Reiling. Van Hoek. Ik stel voor om eerst verduidelijkende vragen te stellen en dat we daarna de eerste ronde doen. Een verduidelijkende vraag. Mevrouw Hof en ik zag mevrouw Van Hoek. Mevrouw Hof. Ik was zo benieuwd naar die toekomstige baten en hoe verstandig het is om daarop vooruit te lopen. Want in de toekomst, dat hebben we net ook nog maar weer gehoord, kunnen we niet zo goed kijken. Dus dat blijft een beetje een gok. Vorig jaar met het vaststellen van het budget voor het Veghoudcollege hebben wij een motie ingediend waarbij wij aangegeven hebben dat wij eigenlijk van mening waren dat toekomstige baten niet aangewend mochten worden. Voor het Veghoudcollege is het wel gebeurd, is op de toekomstige baten het geld beschikbaar gesteld. Dus waarom zouden we dat dan voor de fontein niet doen? Mevrouw Van de Hoek, of hierover nog? Hierover nog. Hierover, aanvullende vraag. Ja, ik was zo benieuwd omdat ik heb altijd begrepen dat de VVD hier nou juist zo tegen was. En dat was u dus de vorige keer ook. En ik vroeg me af of u daarmee nu helemaal van mening bent veranderd. Als de meerderheid heeft besloten dat de toekomstige baten aangewend mag worden. Ja, en dat besluit is op 14 april vorig jaar genomen. Dan is dat besluit wat er dan ligt. Maar meneer Reiling, gaat politiek niet ook over wat u gelooft, ongeacht wat de meerderheid misschien anders gelooft? Als u als VVD vindt dat je zo niet mag uitgeven of begroten, dan maakt het toch niet uit of wij dat misschien met z'n allen anders over denken? Nee, maar waarom zouden we dan voor dit geval een uitzondering maken ten opzichte van het Veghoudcollege? Akkoord. Voordat de discussie begint, verduidelijkende vragen, mevrouw Van der Hoek. Voorzitter, beide vragen zijn inmiddels gesteld door de andere dames. Dank u. Akkoord. Andere vragen nog? Niet? Dan stel ik voor dat u plaatsneemt, heer Reiling. En dan wil ik een rondje maken langs de overige fracties om hun inbreng te doen op dit punt. Ik begin bij het CDA, de heer Dogger. Ook van achter het spreekgestoel te constateren. Voorzitter, dank u wel. De realisatie van de nieuwbouw van de basisschool met gymzaal De Fontein in Lutten, die wordt bedreigd. Zo zou je dat wel kunnen stellen. Want er is een tekort van 3 ton. Hoe kan dat gebeuren? Maar misschien is de vraag beter die we ons moeten stellen, hoe kunnen we dat oplossen? Ik pak mijn betoog even op bij de oriënterende ronde van 2 weken geleden. Toen heeft de voorzitter van het schoolbestuur een hand uitgestoken naar het collegebestuur en de verwachting uitgesproken dat partijen er in een nader gesprek uit zouden moeten kunnen komen. Met de erkenning van het schoolbestuur dat zij het financiële synergie-effect niet heeft uitgewerkt en daarmee de verwachting dat zij daarvoor ook haar verantwoordelijkheid neemt en de toezegging van het college om de meerkosten die toe te rekenen zijn aan de sloopkosten, terreinherinrichting en tijdelijke maatregelen als aanvullend budget beschikbaar te stellen, dat gaf naar onze mening voldoende draagvlak voor een succesvol gesprek. Hoe verrast, eigenlijk hoe teleurgesteld waren we dan ook, toen we vorige week woensdag moesten concluderen dat het gesprek niet tot een oplossing heeft geleid. Kortom, het plan dreigt te stranden. Op 14 april 2015, de heer Reiling refereerde daar ook al aan, heeft de raad als hamerstuk de nieuwbouw van de fontein aangenomen. In de oriënterende ronde toen zijn lovende woorden geuit over de maatwerkuitvoering van deze nieuwbouw. Over het behoud van de gymzaal, niet alleen voor de school, maar ook voor de leefbaarheid van Lutten. Over invulling geven aan het brede schoolconcept. Over de inzet van het schoolbestuur om de exploitatie van de gymzaal over te nemen. Of, zoals het raadsvoorstel in 2015 het verwoord heeft, de gelegenheid pakken om nu samen met het schoolbestuur de zaken goed en verantwoord te regelen voor de komende decennia, die komt maar 1 keer voorbij. Maar het plan komt nu voor de 3e keer bij de raad op tafel. Veel tijd en creativiteit hebben raadsfracties gestoken in mogelijke oplossingen. Maar daarbij ook de kaders in de gaten houdend die we hebben gesteld voor de uitvoering van het IHP, het Integraal Huisvestingsplan Basisscholen. De zorgvuldige overweging die het plan verdient, aldus het raadsvoorstel van 14 april,
geldt niet alleen dan, maar zeker ook nu. Als coalitiepartijen zien wij ook de meerwaarde voor Lutten van het geïntegreerde plan. Maar ook de verantwoordelijkheden die er liggen bij de gemeente en het schoolbestuur. Ik heb ze al genoemd. Dat alles overwegende heeft ons ertoe gebracht met een motie te komen waarin de Raad het college extra financiële mogelijkheden aanreikt om te komen tot een maatwerkoplossing. En daarmee een handreiking naar de school, in de hoop dat er een oplossing komt voor het gat in de begroting. Die handreiking betreft een extra gemeentelijke bijdrage van 120.000 euro uit de besparing op de structurele meerkosten voor vervoer van gymles naar de sporthal in Slagharen en het bij voorkeur laten uitvoeren van de sloop, terrein, herinrichting en tijdelijke maatregelen door de gemeente. Hierbij wordt door het schoolbestuur een overschrijding verwacht die door haar wordt berekend op 90.000 euro van de 300.000 euro tekort. De heer Reiling refereerde daar ook aan. Het dictum van de motie die wij als coalitiepartijen dan ook bij deze indienen, luidt, moet ik hem even pakken. De Raad besluit het college opdracht te geven verder invulling te geven aan een maatwerkoplossing voor nieuwbouw van basisschool De Fontein, inclusief een geïntegreerde gymzaal, door in de eerste plaats de structurele meerkosten voor vervoer in te zetten voor een extra bijdrage van 120.000 euro voor realisatie van de gymzaal. En ten tweede, met de school in gesprek te gaan over de uitvoering van de sloop, terreinherinrichting en tijdelijke maatregelen ter voorkoming van discussie over deze kosten en spreek daarbij ten aanzien van dit laatste de wens uit dat de gemeente zelf deze werkzaamheden zal uitvoeren dan wel laten uitvoeren. En gaat over tot de orde van de dag. Akkoord, dank u wel. En ik constateer dat de motie ingediend wordt door, zoals gezegd, CDA, ChristenUnie en Partij van de Arbeid. Voorzitter, ik rond af. U bent nog ik was er niet helemaal klaar. Okay. Ik gaf al aan dat het nu de derde keer is dat dit plan bij de Raad in bespreking is. Maar, zoals het spreekwoord zegt, alle goede dingen bestaan in drieën. Een gezegde uit de rechtspraak. Er werden drie zittingen gehouden alvorens de rechtbank tot een oordeel kwam. Bij het oordeel van de rechter is er een afweging van belangen van partijen en het oordeel is dan ook vaak een gulden middenweg. Anders gezegd, het tekort van 300.000 euro zal dan ook door beide partijen gedragen moeten worden. Ik spreek de wens uit dat wanneer de Raad deze motie aanneemt en er een oordeel ligt dat de partijen dat dit partijen voldoende basis biedt om te komen tot realisatie van het door ieder gewenste plan. Dank u wel. Kort, dank u wel voor de bijdrage van uw kant. Ik weet niet of er vragen zijn. Als u wellicht nog even wilt blijven staan. Verduidelijkende vragen over de ingediende motie. Ik zie de heer Gelling, de heer Rodemond, de heer Gelling. Ja, voorzitter, dank u wel. Laten wij vooropstellen dat de fractie van de VVD blij is met het standpunt wat de coalitie nu inneemt. Het lijkt erop dat de school in Lutten gebouwd wordt. Maar de vraag aan meneer Dogger is, hij heeft het over lovende woorden die hij sprak twee weken geleden. En die heb ik wat anders geïnterpreteerd. Ik dacht dat meneer Dogger het plan fileerde. Dat er weinig van over was. Er was een hoop wat afweek van zijn standpunt. En in mijn beleving is er niets veranderd aan het feitencomplex, maar kennelijk wel aan het standpunt van meneer Dogger. Dat is prettig, wellicht is daar drie keer voor nodig. Maar de vraag is eigenlijk, wat is er nou zo anders waardoor wij hier met z'n allen weer zitten? Hè? Want ik geloof ook dat ze in Lutten niet helemaal gerust op waren. Anders hadden ze vast thuis voor de buis blijven zitten en niet hier geweest. Hè? Dus ik heb u waarschijnlijk verkeerd geïnterpreteerd. Dat heeft ertoe geleid dat mijn fractie een motie heeft ingediend om de school er wel te krijgen. En wij zijn natuurlijk blij dat u daar ook ineens uw steun aan geeft met een motie die, nou ja, die aardig in de buurt komt. Maar ik ben wat verbaasd over de manier van doen. Wellicht was het beter geweest om geen tijd te verdoen. Dat als u dit standpunt had, dat u dat wat eerder had gedaan, dan hadden we al aan het werk gekund. Had die school er misschien al gestaan, dan hadden we niet zoveel tijd verdaan aan dit circus hier. Wat is uw vraag, heer Gelling? Wat er veranderd is in het feitencomplex wanneer meneer Dogger nu ineens zo lovend is over het plan wat ligt. Voorzitter, heel concreet. Ik heb gewezen naar de lovende woorden die vorig jaar bij de behandeling van het raadsvoorstel in de oriënterende ronde zijn genoemd.
En ik heb inderdaad 14 dagen terug heb ik een aantal inhoudelijk wat diepgaande technische vragen gesteld over de vragen rondom precedentwerking. En toen heeft de voorzitter van het schoolbestuur ook aangegeven dat wat dat betreft dat onderdeel in het plan, wat een maatwerkplan was, dat heb ik ook genoemd, het maatwerkplan van 2015, dat daar niet aan voldaan is door de school. En daar hechten wij wel aan, ook in het kader van precedentwerking, naar veel nog uit te voeren plannen vanuit het IHP. En daarom hebben wij voor 14 dagen terug daar het schoolbestuur nadrukkelijk over ondervraagd. Maar we hebben ook, en dat kunt u ook als u goed geluisterd hebt in onze bijdrage nu horen, dat we zeggen van er ligt wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En daarop doen wij nu een handreiking, zodat die handreiking ook door het, hopen wij, door het schoolbestuur nu opgepakt wordt. Mag ik nog één vraag, want ik begrijp het weer niet hoor. Is het nu zo dat de school er komt in de voorstel zoals ze er zijn of niet? Sorry, ik verstond de vraag even niet. Is het nu zo, want ik begrijp u weer niet hoor. Komt die school er nu conform het plan dat ligt met de eigen inbreng door het bestuur of niet? Dat ligt aan partijen, waaronder de raad en het college, maar dat ligt ook aan het schoolbestuur. Dus ik kan er geen uitspraak over doen of die er komt of niet. Dat is van beide partijen, de inzet van beide partijen afhankelijk. En het college gaat zometeen nog een antwoord geven, ongetwijfeld. En ook het schoolbestuur moet daar nog een uitspraak over doen. De heer Rodemond, vragen, verduidelijkende vragen. Ja, dank u wel, voorzitter. In uw motie heeft u het over een bedrag van een extra bijdrage van 120.000 euro die u vindt in mogelijke vervoerskosten die zouden gemaakt moeten worden als de gymzaal niet herbouwd wordt, als ik dat goed heb begrepen. Die 120.000, als dat nou onverhoopt niet voldoende blijkt te zijn om de plannen te realiseren zoals ze er nu liggen, al dan niet in een licht aangepaste vorm, wat doet u dan? Ja, as is verbrande turf, zei mijn oma altijd. Maar wat wij met deze motie doen, is een nadrukkelijke handreiking, een financiële handreiking geven aan het college, om daarmee naar het schoolbestuur te gaan, om te kijken van schoolbestuur, wij doen een handreiking om de realisatie van dit mooie plan van de grond te krijgen en daadwerkelijk nu binnenkort is die schop in de grond te zetten. Maar daarvoor heb je meer partijen nodig. En daarvoor, kijk eens, die 120.000 euro is dus een verkapitalisering van niet te maken vervoerskosten. Maar dat is verder in de uitwerking wat ons betreft aan het college. Wij geven alleen een nieuwe kaders mee waarop het college in onderhandeling kan gaan, in onderhandeling in gesprek kan gaan met de school. Ja, goed. Voorzitter, mag ik nog even... is het dan ook denkbaar dat uw motie meer ingaat op niet zozeer een specifiek bedrag, maar eerder op bijvoorbeeld de term voldoende middelen, zodat daardoor het gesprek ontstaat. Want nu is er wel zo'n hard bedrag genoemd waar nog discussie over mogelijk zou zijn. Want met dit bedrag vraagt u ook aan de school om een handreiking te doen. Bijvoorbeeld het opofferen van vierkante meters, als voorbeeld. Dus als ik de uiterste grenzen aangeef, dan haal je ook de onderhandelingsruimte weg. En dat wil ik het college niet voor de voeten lopen. Ik heb ook nadrukkelijk, om in die zin ook te antwoorden op uw vraag, aangegeven om die, noem het dan maar even, die algemene kost om die werkzaamheden door of namens het college te laten uitvoeren, omdat daar dus ook een overschrijding in zit waar discussie over kan ontstaan. Dus dat is ook een vorm van onderhandelen. Maar we hebben in elk geval nadrukkelijk aangegeven dat als dit proces en de bouw van een school van de grond moet komen, en willen we graag, dat vraagt om inzet van alle partijen, ook van het schoolbestuur. En die handreiking is 14 dagen terug mondeling gedaan. Die hebben wij allemaal gehoord. En daar verwachten wij ook wat van. Akkoord, prima. Andere vragen nog, mevrouw Van Hoek? Dank u, voorzitter. In tegenstelling tot de VVD-fractie heb ik uitstekend begrepen wat u de vorige keer heeft gezegd en wat u net heeft gezegd. U heeft dankzij uw diepgaande vragen hebben we in de vorige keer dat er ingesproken werd helder beeld gekregen waar nou de spraakverwarring ligt. Waarvoor nog steeds dank. U heeft het over de handreiking, maar u zet daarmee, zegt u net tegen de heer Rodemond, dat u niet vast wil zetten op voorhand welke beweging school zou moeten maken. U heeft ook aangegeven aan uw betoog dat ze hebben ingesproken, dat daar ruimte werd geboden van, nou misschien kunnen we nog iets.
Vervolgens kregen wij ook inderdaad op woensdag de berichtgeving dat er geen financiële ruimte meer is. Hoe ziet u dit dan voor u? Want dan sturen we wethouder op pad en zeggen, nou, je hebt 120.000 euro om over te onderhandelen. Terwijl schoolbestuur al op voorhand expliciet heeft aangegeven, maar we hebben geen geld. Wat gebeurt er dan? Is het dan klaar? Ik kan niet in de portemonnee van het schoolbestuur kijken. Ik kan ook niet zeggen dat wat ze zeggen dat het niet waar is. Alleen, ik weet wel dat je ook creatief naar plannen kunt kijken. Het schoolbestuur zou er ook voor kunnen kiezen, nu ze een hele grote school bouwt, om een deel van de school nog niet te realiseren en in afwachting van de ontwikkelingen van de school eventueel de meermeters later te realiseren. Het schoolbestuur zou er ook voor kunnen kiezen om wel het plan van de geïntegreerde school met gymlokaal te bouwen, maar om hem kleiner te bouwen. Het schoolbestuur zou er ook voor kunnen kiezen om in overleg met de ouders te kijken van of ze financieringsmogelijkheden zien. Ik hoef er allemaal niet te noemen, want ik denk dat het schoolbestuur er zelf meer dan voldoende capabel voor is, maar dat is hun eigen afweging. Nog een vraag van mevrouw Van der Hoek. Voorzitter, heeft de heer Dogger dan de vorige keer toen de heer Van der Belt insprak gehoord waar hij de financiële beweging op dat moment zag, namelijk het verkopen van de gronden en de opbrengsten daarvan in te zetten als extra middel, terwijl die gronden van gemeentelijk bezit zijn? Ik bedoel, die spraakverwarring heeft onze fractie wel, hè? Die handreiking is toen gedaan op die gronden dat die grond verkocht kan worden, wat niet in eigendom is van school. Daarnaast doen wij dan, als we mee zouden, nou ja, het lijkt me een verder compli op dit moment, die 120.000 euro. Vervolgens zegt u tegen de wethouder, ga creatief nog een keer kijken. Dat in dat goed en verantwoord handelen in deze, waarin we de verlangens hebben om een goede school te hebben, misschien op dit moment de boventoon voeren op verantwoord handelen. Ik mis echt de kaderstelling die deze raad zou moeten hebben, wat ons betreft, in waarin de school zou moeten bewegen. U heeft zelf vorige keer aangegeven over de vierkante meters. Ik zou dan graag zien dat er expliciet wordt aangegeven dat er kleiner wordt gebouwd. Ja, voorzitter, dat zijn keuzes die de school moet maken. Nog even een opmerking over uw betoog over de handreiking van het schoolbestuur. Die is nadrukkelijk als handreiking genoemd en min of meer gezegd van als wij met het college rond de tafel gezet, ik maak het even mijn eigen woorden, dan komen wij eruit. Het punt van de grond, want dat haalt u er ook bij, het punt van de grond is, dat is wel genoemd, alleen die grond is niet van de school. Die grond is van de gemeente, dus de school kan ook niet zeggen van daar zien wij ruimte. Dus ik heb ook die ruimte daar voor de school niet gezien. Er is geen ruimte van de school die ze kan aanbieden. De school zal met een ander voorstel moeten komen om dit plan succesvol ter uitvoering te kunnen laten komen. Prima. Voldoende lijkt mij. Duidelijk en helder. Geen vragen meer. Ik constateer dat er twee moties liggen. Eén van de fractie van de VVD en een motie van de coalitie CDA, ChristenUnie, Partij van de Arbeid. Ik kijk even naar de andere partijen of die nu al iets willen zeggen, een bijdrage zouden willen leveren of dat ik eerst het woord aan de wethouder geef om een reactie van het college te vragen op de ingediende motie. Dat is akkoord. De heer Stelpstra heeft een vraag. Ik heb een vraag aan de VVD-fractie. Daar zou ik u graag de gelegenheid toe willen geven. Dank u wel. Voordat we naar het college gaan. Geweldig. Ik wil ook mijn verbazing delen en mijn onbegrip. En ik zal uiteindelijk tot een vraag komen. Er ligt een motie van de VVD waarin staat dat de dekking komt uit toekomstige baten. En de vergelijking wordt gemaakt met het Vechtalcollege, wat ook gedekt zou worden door toekomstige baten. Die toekomstige baten zijn wel degelijk gekwantificeerd in het voorstel en in het voorstel van de VVD niet. Dus wat het VVD zegt, we gaan in de toekomst ooit eens ergens 200.000 euro vinden of zoeken en daarmee dekken we dit voorstel. Vindt de VVD zich op dit punt nog wel geloofwaardig als je in de gemeenteraad bij elk voorstel hamert op dekking, hamert op de netto schuldquote, hamert op een goed financieel beleid en nu met een motie komt, terwijl de publieke tribune vol zit en zegt wij willen 200.000 euro ter beschikking stellen, maar we hebben geen geld en dat komt er ooit wel eens. Meneer de voorzitter, ik had deze vraag gehoopt, want wat is namelijk het geval? Wij hebben omgekeerd zelfs een motie ingediend die als dictum had
dat er nooit en te nimmer in deze raad als enig dekkingsmiddel zou mogen worden gebruikt toekomstige baten. Dan kan ik mij de verwarring voorstellen, maar wat is het geval? U hebt zelf gezegd toen, nou dat is onzin, er kunnen best toekomstige baten, al zijn die nergens gedefinieerd, die waren bij dat voorstel namelijk volstrekt niet gedefinieerd. Voorzitter, ik heb het voorstel voor me, ze zijn hier in. Eén moment, stel voor dat de heer Gelling even uitpraat. Dus daarmee heeft toen onder andere meneer Stelfsa zijn fractie, CDA, ChristenUnie, Partij van de Arbeid en GroenLinks gezegd, nee hoor, er kan best ook voor het vervolg gebruik worden gemaakt van het dekkingsmiddel toekomstige baten. En nu gaat het over precedenten, want daar hebt u telkens over en daar wil ik nog een kleine opmerking over maken. Want wat ons betreft is dit geen precedent, maar jurisprudentie. En het is het aardige in jurisprudentie dat je daar voor of tegen kan zijn, maar een wetgevende instantie zoals wij hier zijn als raad neemt een voorstel aan of niet en daarmee is het zo. Daarmee kun je ernaar verwijzen, daarmee kun je het mee eens zijn of niet, maar het is wat het is en dat ligt hier. En nu is het zo dat wij hier nu op uw eigen besluit van weer terugkomen, wij wijzen op uw eigen besluit, waarbij u toen zei, de dekking kan gevonden worden in toekomstige baten en daarvan maken wij nu heel graag gebruik. Het was uw besluit en het is uw verantwoordelijkheid. Dan is het geen precedent meer, maar jurisprudentie. Akkoord. De heer Stelpstra en dan mevrouw Uit. Ja, ik heb toch moeite met uw bijdrage. Want als ik kijk naar het stuk, dan zijn het inderdaad toekomstige baten, maar die worden wel genoemd in bedragen waar die vandaan gaan komen. In uw voorstel staat helemaal niks. Ik wil u adviseren om het raadsstuk te openen. En dan ziet u bij de besluitenlijst punt 3. En daar staan de bedragen. Dank u wel. Akkoord, mevrouw Luiten, Partij van de Arbeid. Ja, ik heb grote moeite met de opvatting van meneer Gelling. Want om een woord te gebruiken en te zeggen, ja, het gaat nu niet meer over opvattingen, maar over jurisprudentie. Wij geloven als PvdA en u ook als politieke partijen in dingen, ongeacht wat de anderen er allemaal van vinden. Wij geloven bijvoorbeeld in eerlijke dingen. En het zou wel heel makkelijk zijn als wij volgende week, als u iets heeft besloten met z'n allen wat niet eerlijk is, zeggen, nou, dan gaan wij vanaf nu ook gewoon alles maar lekker, als het niet eerlijk is, goed vinden. Want u vindt dat met z'n allen en dan krijg ik mijn zaken erdoorheen. Dat vind ik een hele rare manier van politiek te blijven. Maar dat is, ik begrijp de emotie daarbij wel, maar u vergeet volstrekt wat wij hier doen. Wij zijn een overheidsorgaan en daar maak je regels, daar neem je besluiten en daar heb je op terug te komen. Daar kun je ook op terugkomen. Dat is namelijk behoorlijk bestuur. Dat doe je als overheid. Wat je niet kan doen, is zeggen, de ene keer vind ik het wel goed en de andere keer vind ik het niet goed. Dat is namelijk onbehoorlijk bestuur. Wat u gedaan heeft hier, is namelijk een besluit genomen. Dat wij hebben gezegd, je moet geen toekomstige baat hebben. En u hebt gezegd, dat is prima. We kunnen prima toekomstige baat inzetten. Dan kunt u niet zeggen, dat geldt bij school 1 wel, maar het geldt bij school 2 niet. Mevrouw Luiten, en dan stel ik voor om deze ronde af te ronden. Want dan zijn de standpunten en de opvattingen helder. Wij vonden het toen ook al kunnen, maar u vond het toen niet kunnen, principieel niet. Dus daarom verbaast het me dat u dat nu opeens wel kunt. Maar daarom vraag ik u ook om nu voor dit voorstel te stellen. Dat heb ik toen gedaan, moet u nu weer doen. En bovendien, er was wel degelijk een groot verschil in het voorstel, want dat was gekwantificeerd en dit niet. Maar begrijp ik hier dan uit, want dat wil ik dan toch heel graag helder krijgen, dat wij van de VVD nooit meer te horen zullen krijgen dat we niet meer in de toekomst over toekomstige baten kunnen beschikken. Dat kan ik u volledig toezeggen. Er is namelijk een besluit hier genomen door de gemeenteraad in meerderheid dat toekomstige baten prima gebruikt kunnen worden voor dekking. En daar zult u ons uitstekend kunnen vinden. Wij houden ons namelijk aan de wet en aan regelgeving. Dat is behoorlijk bestuur. Dat prima. Worden hele mooie tijden voor ons als PvdA. Ik stel voor, de standpunten zijn helder en duidelijk van de verschillende fracties. Als er geen andere opvattingen meer zijn, anders dan over de systematiek, dan stel ik voor om richting het college te kijken om een reactie te geven op de beide moties zoals die voorlichten over nieuwbouw van de school in Lutte. Het woord is aan de heer Jansen. Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad, namens het volledige college. Toch even een klein stukje voorgeschiedenis. En dan kom ik bij de VVD en dan kom ik ook wel bij het CDA. Je kan, en dat is het aardige met scholen, en als het om kinderen gaat, je wil het optimale eruit halen. En wij hebben afspraken gemaakt, eerst in de algemeenheid met heel veel scholen, over de toekomstige huisvesting van een heel aantal scholen. Want u weet dat we sowieso nu al met een stuk of 5 scholen bezig zijn. En u weet ook dat de komende jaren de herhuisvesting van scholen in een krimpende markt waar er zo'n 1000 leerlingen minder zijn, het ons erg veel geld gaat kosten. Dus je zult even zorgvuldig met je geld om moeten gaan. Dat hebben we met elkaar afgesproken toen wij het abstract hadden over het IAP. En daar waren we het met elkaar over eens.
Vervolgens komt dan de eerste school. En dan zeg je van ja, hoe gaan we dit doen? Maar wij gaan er ook zelf wat geld in stoppen als school. En toen hebben we gezegd, dan zoeken we hier toch naar een vorm van maatwerk. En daar hebben we gewoon volgens de normen die we daarvoor hebben, niet alleen in Hardenberg, maar in heel Nederland ongeveer, gezegd, waar heeft een school recht op? En u kent het hele verhaal van 15 jaar vooruitzichten enzovoort. En dan kom je tot een aantal vierkante meters. En de sterke wens was, maar wij willen toch eigenlijk wel heel graag onze gymzaal behouden. Niet in de huidige vorm, maar die willen we vernieuwen, meenemen. En toen zijn we gekomen tot een voorstel waarin we zeiden, nou, de school, 854 vierkante meter. Wij doen een deel in de gymzaal en dat doen we dan omdat we een stukje exploitatie dan niet hebben en reiskosten niet hebben. Reiskosten die we overigens niet verplicht waren te geven, maar die we wel gegeven hebben omdat we dat een aantal andere scholen nog gedaan hadden. En dan zetten we op 3 ton, dan zet de school doen wij er 1,5 ton bij. En dan kan dat als je hem geïntegreerd gaat bouwen. Dat betekent 2 dingen. De gymzaal aan de school vast, dat geeft voordelen. En je gaat een deel van de school in de gymzaal doen, namelijk die speelleerlokaal. De school heeft dat zelf bruto gekwantificeerd op 150 vierkante meter. En ons die doet toekomen. Daar hebben we elkaar op gevonden en daar hebt u gezegd van, dat is een goeie, dat gaan we zo doen. En daarna zegt de school, ja, en voor eigen kosten gaan wij iets aan marktwerking doen rond de kinderopvang. Dat mogen we doen en dat hebben we gezegd. Dat hebben wij gezegd, heeft de raad gezegd. Dat is goed, dat hebben we eigenlijk met de school niet zoveel te maken. Dat het de meerwaarde is voor de school, geen twijfel over, dat zal zeker. Het blijkt nu, in de tekeningen van de school, gaat het niet over een geïntegreerde school, maar gaat het over een volledige school met een volledig aantal meters en een volledige gymzaal met een volledig aantal meters. Met andere woorden, over een school die alleen al hierdoor 115 vierkante meter gewoon te groot is en die niet bekostigd zijn. Daar zit het probleem. En het probleem zit niet in te dure kosten. Wij hadden gerekend met de vierkante meterprijs van 1405 euro. En het geheel kan worden gebouwd voor de vierkante meterprijs van 1400 euro. Dus nog ietsje goedkoper dan wij dachten. Er zit wel een andere onder. Dat het schoolbestuur waarschijnlijk gedacht heeft. Honger in de markt. Wij kunnen waarschijnlijk nog wel veel goedkoper. En dan kan het wel. Nou, dat kan dus niet. Dan moet je naar mijn idee. En naar het idee van het college. Gewoon slim zijn en zeggen van, de broek is iets te groot, dus we moeten iets krapper. Wat de schoolbestuur gedaan heeft, is zeggen van, het college vangen we bot. Want die zegt, ja, met het hele IRP-verhaal in de achtergrond, gelijke monniken, gelijke kappen, we hebben nog heel veel scholen te gaan. Wij moeten ons wel een beetje aan onze regels houden. Zegt, nou, dan willen we toch beroepen op de raad. Vandaar deze discussie hier. Dat is heel legitiem, dan mag het schoolbestuur ook netjes tegen ons gezegd. Niks in geheimzinnigheid erover. Ik laat prima. En nu, Jans uitpraten. Nu, vandaar dat we daar niet kwamen. Nou, toen kwam 14 dagen geleden het verhaal van er zit misschien toch ruimte. Er zat geen ruimte. En dan komt er nu of een compromis of een verhaal van de VVD waar die zegt van, nou, dan gaan we toch die school gewoon helemaal zijn zin geven. Ze vroegen 3 ton, ze krijgen 3 ton. Kijk, die 1 ton is geen probleem, dat heb ik al eerder gezegd. Buitenwerk is voor ons te betalen. Het is te doen gebruik dat de school het doet en dat de school daar gewoon net de rekeningen voor indient. Dan krijgt ze dat betaald als het 2 ton kost. Ze krijgt het betaald als het 2,5 ton kost. En als de hele boel onverhoopt vol asbest zit en het wordt te duur, dan krijgen ze dat ook betaald. Dat hebben we de school ook schriftelijk meegedeeld. Blijft dus eigenlijk het verhaal over van de school die gewoon heel fors gebouwd is, forser dan wij hier met elkaar hadden afgesproken. Dat was zo, dat is zo, dat blijft gewoon zo. En de vraag is, wil je nu alsnog een nieuw voorstel doen en zeggen van, nou dan, omdat de school dat graag wil, omdat wij dat fijn vinden voor de leefbaarheid van het dorp, en omdat er voor ons meerwaarde in zit, willen wij daar gewoon meer geld voor uitgeven. Dat is eigenlijk het voorstel van de VVD. Die zegt, bij nader inzien, hebben wij daar gewoon meer geld voor over en willen we daar gewoon meer geld voor besteden. Dat kan. Ik zeg, je maakt wel een behoorlijk precedent, want je gaat 4 meters betalen die je niet hoort te betalen. Dat is 1. Maar 2, het hele rare is,
Ik ga er ook geen dekking voor zoeken. Toekomstige baten. Ik vind dat we het zo niet horen te doen. En als dit de lijn is die wij uit willen stralen naar alle scholen die er nog komen, dan hebben we er nog één. Een stukje van die moeite heb ik eerlijk gezegd ook met een motie die door de CDA is aangekondigd. Al is daar wel degelijk gezegd van kijk, sorry, er zijn, de broek is te groot, er worden te veel vierkante meters gebouwd, daar moet je dus op bezuinigen. Maar wij willen wel een handreiking doen en die kunnen wij vinden in, de minister heeft besloten, er moet nog extra gegrimd worden en dat zou je dan anders elders moeten doen. Nou, laat het die op 12.000 zetten. Nou, dat is een beetje een slag in de lucht, maar die hetzelfde 12.000 hebben we eerder gebruikt, dus die snap ik wel. Als er nou echt zoveel is, of het is ietsje meer of het is ietsje minder, is ook niet zo interessant. Daar is een maat voor genomen en dat gaan we dan doen. Dat kan. Dat kan. Blijft het verhaal dat er ongedekte vierkante meters blijven, die je daarmee voor het groot gedeelte betaalt. Dat gaat over 150 vierkante meter, dan zit je al gauw een bedrag van 150.000 euro. En als je er 120 doet, nou, dan blijft er nog een gat zo grofweg van 80 over, waarvan de heer Dogger dan zegt, dan moet de school daar een beweging van maken. En in mijn beleving zijn er twee bewegingen mogelijk. Of je komt met geld, of je komt met, als dat zo niet kan, dan bouw ik een beetje kleiner. En dan ga je daardoor zorgen dat je gaat sluiten. Dat was de lijn die wij als college ook altijd hadden. Als je dit wilt, en dat is niet haalbaar, dan moet je dit doen. En als je door de ondergrens zakt, wij hebben met elkaar aan de voorkant afgesproken, zoveel vierkante meters moeten er minimaal zijn. Als de school dan was gekomen van, sorry jongens, hij is te duur. Voor deze prijs die jullie wilden geven, is die school niet te bouwen, dan hadden wij vlot gezegd, dan krijgt u meer. Maar die vierkante meter zijn ervoor te bouwen. Dus daar zit het punt. Nou, en dan kun je altijd zeggen van, er is een concept gezocht en er zit meerwaarde in, enzovoort, enzovoort. En daardoor willen we dan toch een gulden middenweg zoeken. Ik pak de term die daarvoor gepakt is. Laten wij dan ook een royaal gebaar maken. En dan vragen we vervolgens ook een gebaar van het schoolbestuur. Ja, dat is dan de middenweg, maar hij gaat verder dan de principiële weg die het college heeft gegeven. Nou, dat zijn de overwegingen die ik u mee wil geven, want het ligt nu aan de raad om daar een keuze te maken. Maar dat zijn wel de overwegingen die ik u mee wil geven, daar waar wij de eerste school van het IEP gaan starten en met alle andere schoolbesturen nog aan de praat moeten. En welke weg we in ieder geval niet op moeten gaan, is de weg van, nou ja, zou je dan toch niet nog wat toekomstige baten van eventuele grond of wat dan ook kunnen doen. Want we gaan toch ook niet zeggen dat we de opbrengst van de Kastanjehof straks volledig naar het Grono gaan overmaken. En dat we het nog niet kunnen benutten van al een aantal jaren leegstaande grond van de kern, alsnog in rekening gaan brengen bij Arcade. Ik dank u wel. Akkoord. Helder en duidelijke reactie van de zijde van de wethouder op de beide ingediende moties. Ik weet niet of er nog vragen zijn in de richting van het college. Dat hij behoefte heeft aan een korte schorsing wellicht. Of dat hij zegt, we gaan direct door en we brengen de moties in stemming. Ik zie de vinger van de heer Rodemond. Ik had sowieso een vraag. Nu inmiddels twee vragen aan de heer Jansen. Ja. Kan dat nu? Ja, dat kan nu, maar ik inventariseer even. Ja. Zijn er nog meer vragen voor de wethouder, voor het college? Ook vragen van de heer Reiling? Anders niet. Dan begin ik bij de heer Rodemond, daarna de heer Reiling. Dank u wel. Voorzitter, de heer Jansen die legt in zijn betoog een aantal gedachten en vermeende acties bij de school en het plaatselijk belang. En graag wil ik hem in ieder geval vragen om die bewoordingen te verminderen, slash terug te nemen, omdat de school zich op dit moment niet kan verdedigen. En laten we het wel binnen dit gremium houden. Heeft u vragen? Ja, heeft u ik vragen vraag dus de aan de heer Jansen om dat terug te nemen, die woorden. De school heeft het een en ander gedaan en gedacht bij de totstandkoming van deze plannen. En de school kan zich op dit moment niet verdedigen, dus ik zou dat wel netjes vinden om dat te doen. Tweede vraag gaat over dat in het betoog de heer Jansen steeds ingaat over het schoolgebouw aan zich plus het gymlokaal. En het plan van de school
gaat over een bredere aanpak van bouwen. Dat wil zeggen dat er ook andere functies in dit gebouw tot stand komen. En dus is mijn vraag aan de wethouder, is hij bereid om na te denken over het investeren in de leefbaarheid in Lutten buiten het IAP-verhaal om? Dat is uw concrete vraag. Ja, ik ga naar de heer Reiling. Ik pas hem eventjes. Akkoord, dank u wel. Naar de wethouder, kunt u nu reageren? En misschien is het goed om dan na de beantwoording van de vraag te zeggen even een korte schorsing aan te komen. Ja? De tweede vraag is de gemakkelijkste. Van het gaat over schoolgebouw en gym, terwijl er meerdere functies zijn. Ik heb het proberen aan te geven, dat klopt. Want de school wil ook kinderopvang doen en ik begreep dat ze iets met extra ruimte voor bied willen doen. Maar even helder, kinderopvang is een volstrekt commerciële functie waar wij ons als overheid niet mee bezighouden. Alleen in de controle door de GGD of er dingen goed zijn. Er zijn een heel aantal kinderopvangorganisaties die geheel buiten ons om hun eigen kinderopvang regelen. Dat is echt aan de markt en niet aan ons. En daarom blijf ik daar ook even buiten. Je zou kunnen zeggen, is het wel zo verstandig om kinderopvang bij de school te doen, daar waar je maar een 2-jarig contract hebt en daar waar je maar de dorpshuis weghaalt. Ik heb gezegd, en de college heeft gezegd, daar blijven wij even buiten, dat is aan de school. En als de school daar 3 ton aan wil besteden, die zij hebben, wie zijn wij, dat wij daar iets van zouden vinden. Maar wij gaan over de school. En wij gaan over de bijdrage van het gymlokaal. En daar wou ik het dan ook maar bij houden. Voorzitter. Even om het moeilijker te maken. De bibliotheekfunctie, mag ik die dan ook even in mijn mode roepen? Ja, maar die was even niet in orde. Die de school zelf. En dat mag. Maar dan had die daarvoor even bij ons moeten komen. En dan was het nog de vraag geweest of wij dat, of wij hier dan voor gekozen hadden. Maar even nog wat. Dat is op een aantal vierkante meters gezet. En dat mag, nog een keer, dat mag. Maar als je feitelijk gaat tellen, zijn ook dat nog eens een keer meer vierkante meters dan waar het eerst over zou gaan. Hebt u mij net even niet over gehoord? Want nu u mij even uitdagen daartoe, doe ik dit wel even. Ik wil terug naar de school waar wij geld voor beschikbaar hebben gesteld. Het voorstel wat u zelf hebt aangenomen, plus een bijdrage van 3 ton voor het gymlokaal, waar de school dan nog een keer 1,5 ton bij zouden doen en de rest zouden we uit de integratie halen. Die integratie hebben we dus niet gehaald. Zo simpel is die. En dat zijn feiten, dat zijn geen beschuldigingen. Ik beschuldig hier niemand, want ik snap wel dat de schoolbestuur dat graag wil. En het is een beetje van, ik heb geld voor een tussenwoning en ik had graag in een 200 kapper willen wonen. Ik snap dat allemaal wel. En als ik schoolbestuurder was, had ik misschien ook geprobeerd om het randje op te zoeken. Maar als je net over het randje valt, moet je soms ook de beweging maken en zeggen van nou, dan moet ik nu even een beetje terug. Ik heb zelf een huis gebouwd en gezegd dit is het bedrag. En op een gegeven moment moest ik ook een beetje terug, want kwam ik er overheen. En je kan ook zeggen, ik moet zien de kern schelden. Maar dan moet je zien dat het haalt. Maar niet hier. Want daar krijgen we last van. Dat is het verhaal. En nog een keer, er zit 0% beschuldiging in. Ik heb ook geen, wat mij betreft, gebroeierde verhouding met het schoolbestuur, want we praten met elkaar. Sterker nog, we informeren elkaar. Het schoolbestuur heeft mij netjes geïnformeerd als het aan de raad ging en gezegd, dat mag u doen. Ik heb zelfs de weg gewezen. En het is nu aan u om te zeggen van, zo moet het, of zo moet het, want u hebt uiteindelijk de portemonnee. En ik zeg altijd, zorg wel dat je je kaders in de gaten houdt. En wat mij betreft, heeft het niks met dingen te maken die teruggenomen moeten worden. Ik snap er echt helemaal niets van. Maar heeft het alles te maken met gewoon feiten. En vierkante meters die 1 op 1 zijn aan te wijzen. Prima. Heldere toelichting. Voldoende lijkt mij voor dit moment. Aangekondigd een schorsing. Heeft u daar behoefte aan? Is 10 minuten voldoende? Kijk even naar de indieners van de moties. 10 minuten is voldoende. We schorsen tot 10:15. Laten we dat afspreken. Vergadering is geschorst. Dames en heren, mag ik verzoeken om alvast uw plekken opnieuw in te nemen. Met name gericht aan de raadsleden. Terug te keren op hun stoelen. Dan beginnen wij de vergadering opnieuw.
Dames en heren, ik heropen de vergadering. En aan de orde is een moties moet ik zeggen, vreemd orde aan de dag, van de dag. We gaan over nieuwbouw van de school Fontijn in Lutten. Er zijn twee moties ingediend. Er is een reactie vanuit het college gekomen. Er zijn vragen gesteld. De eerste termijn is in die zin afgerond. En ik denk dat het goed is om allereerst naar de indieners van de moties te kijken. Om te vragen of zij hun moties handhaven. Ik begin bij de heer Reiling. Handhaaft u de motie? Ja, ik mag zo daar nog wel even een toelichting geven. Ja. Maar vooralsnog even inventariseren. CDA, ChristenUnie, Partij van de Arbeid. Bij handhaven ook. Dan gaan we, wou ik voorstellen om een tweede termijn in te gaan. En te beginnen bij de indieners van de moties. En dan ook de andere fracties de gelegenheid te geven daarop te reageren. En dan te kijken of we over kunnen tot de stemming over de ingediende moties. Ik begin bij de heer Reiling. Ja, voorzitter, dank u wel. Dat een schoolgebouw zoveel verwarring kan scheppen, dat verbaast ons wel heel erg. Maar misschien zijn we er zelf ook wel toe bijgedragen. De bijdrage die de school betaalt, €450.000 om dit te kunnen realiseren, de eigen bijdrage, dat verdient natuurlijk ook een pluim. Ja, als we in het IHV-traject dadelijk allemaal schoolbesturen krijgen die €450.000 bij de school willen bijdragen, dat maakt de financiering voor ons als gemeente dadelijk waarschijnlijk heel erg een stuk makkelijker. Wij handhaven in principe de motie. Wij hebben ook heel veel sympathie voor de motie van het CDA en althans van de coalitiepartijen. Als daar geen bedragen in zouden zijn ingevuld en we hadden met elkaar kunnen afspreken dat de school gewoon zoals die in deze vorm er staat nu gebouwd kan worden. Om in ieder geval de voortgang te krijgen en dat het uitgangspunt is om nu te gaan starten. Maar als je nu nog weer het schoolgebouw moet gaan aanpassen, dan moet je weer een andere bouwvergunning gaan aanvragen. Dan loop je weer in de tijd erop achteruit. Zoals we de moties zoals het CDA heeft ingediend en we vullen daar geen bedragen in, maar we zeggen we gaan bouwen en de wethouder gaat samen met het schoolbestuur die dekking vinden, ja, dan had het ook onze sympathie kunnen krijgen. Dus nogmaals gesteld, wij vinden dat de school meer dan heeft bijgedragen aan het hele bouw. €450.000 die ze zelf willen investeren. Wij denken dat het met het gat van 80.000, wat tussen het voorstel van de CDA zit en ons, er direct aan de gang kan worden gegaan. En dan voorkomen we in ieder geval dat we zorgvuldig met het geld omgaan. Maar als je nu weer gaat vertragen, ga je niet zorgvuldig met je geld om. Ik bedoel dat u zorgvuldig met geld wilt omgaan. Akkoord, dank u wel. Ik ga naar de andere indieners van de moties. Andere moties, de heer Dogger. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zou bijna vraagtekens plaatsen bij de laatste opmerking van de VVD dat ze voorzichtig met geld wil omgaan. Eerst een reactie op de motie van de VVD dat ze hem aanhoudt. En de stelling dat de school €450.000 bijdraagt, dat klopt. Alleen €300.000 is een eigen keuze voor extra lokalen. Dat gaat niet om een stukje financiering van de school. En de andere €150.000 is haar bijdrage in de gezamenlijke opbouw van, of het gezamenlijk laten bestaan van een gymlokaal, een gymzaal, waar de gemeente ook 3 ton bij legt. En wat de VVD nu doet, is, laat ik het maar voorzichtig zeggen, appels met peren vergelijken. Want wat is er aan de hand? En dat heeft de schoolbestuur zich ook gerealiseerd en dat heeft ze ook uitgesproken. Het schoolbestuur is gekomen met een plan met te veel vierkante meters. Dat heeft ze ook klip en klaar gezegd. Dat mag, alleen daarmee heeft ze wel een stukje verantwoordelijkheid genomen om haar eigen extra bijdrage te doen voor de dekking van het totale plan voor het onderdeel van de gymzaal. En dat laat de school na. En als wij dat nu gaan, ik zeg het maar zo, belonen met extra gemeenschapsgeld, dan zie ik ook de volgende scholen al komen. Ja, we hebben groter gebouwd en we hebben een hele mooie school gezet. Maar in Lutten hebt u de extra meters ook betaald. Waarom doet u dat bij ons niet? En daarom hebben wij ook een motie voorbereid waarin wij een extra kader, een extra ruimte voor het college geven. Want het college heeft haar eigen lijn gekozen. En als raad proberen wij de voortgang
en ook de realisaties toch op te pakken. Alleen, dat vraagt verantwoordelijkheid van beide partijen. College, gemeente en school. En de verantwoordelijkheid die wij nu geven met deze motie is een afgekaderde verantwoordelijkheid waarbij ook wij bewust bedragen hebben genoemd. Want anders blijft het weer hangen. Maar vraagt ook om een verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Want zij hebben bewust of onbewust, maar zij hebben uiteindelijk gekozen voor de bouw van een te grote school. Waardoor het synergie-effect, wat in het oorspronkelijke plan nadrukkelijk zat, de wethouder heeft het ook uitgebreid besproken, dat wordt weggenomen en niet wordt gerealiseerd. En daar is de school verantwoordelijk voor. En die verantwoordelijkheid zal ze moeten blijven dragen. En daarom laten wij ook onze motie staan en gaan wij ook die in stemming brengen. Akkoord. Andere fracties nog de behoefte om te reageren? Ik zie mevrouw Van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. Nou ben ik in verwarring gebracht door meneer Dogger die aangeeft dat er te veel vierkante meters worden gebouwd en dat daar de middelen van school ingaan en toch zij niet expliciet gevraagd worden om een deel van die vierkante meters in te leveren, zodat dat ook afgekaderd is. Als u dat zo helder stelt, dan snap ik niet dat de motie dan inhoudelijk in het dictum niet is aangepast met deze toevoeging. Want op dat moment had onze fractie wel degelijk met u mee kunnen bewegen. Maar dat is niet het geval. Onze fractie houdt principieel de rug recht. Dat maakt me in deze zaal denk ik niet populair. Maar wij zijn dan ook niet in de verleiding gebracht om welke vorm van gelegenheidspolitiek hier te voeren. Waar wij vooral naar kijken is naar de cijfers en het proces zoals die letterlijk is gegaan. De besluitvorming die eerder is genomen. En op het moment dat je extra middelen ter beschikking wilt stellen om de leefbaarheid te kunnen waarborgen, maar ook de inzet van Lutte te kunnen honoreren of te belonen, zoals we dat dan hier zouden noemen, vind ik ook dat we expliciet moeten aangeven waar wij dan de beweging verwachten. En dat is inleveren van die extra vierkante meters. Wij stemmen op beide moties tegen. Niet omdat we vinden dat Lutte daar niet hard genoeg voor heeft gestreden of dat hij het niet zou verdienen. Maar er zijn nogal wat andere scholen die net zoveel inzet als u plegen en straks ook middelen van ons nodig gaan hebben. En het is discutabel om dan extra middelen ter beschikking te stellen als wij hier elke keer over hebben dat we geen geld hebben. Gelijke monniken, gelijke kappen. En iedereen heeft gewoon te maken met wet en regelgeving. Dank u. Akkoord, dank u wel. Andere fracties nog? De fractie van D66. De heer Rol. Voorzitter, dank u wel. We hebben ons een beetje afzijdig gehouden van ons betreft wat technische discussies zojuist. Maar goed, we zien in de plannen die gepresenteerd zijn door de school in Lutten, maar ook door plaatselijk belang, mooi voorbeeld op zich van multifunctioneel bouwen, innovatie en eigen kracht. En eigenlijk heeft de heer Dogger dat standpunt ook wel bevestigd. En wij zouden dit ook graag willen stimuleren en faciliteren. Wij zullen dan ook meestemmen met het voorstel van de coalitiepartijen. Wel vragen wij aan de school expliciet enige beweging te doen. Eigenlijk is dat ook wel door de heer Dogger benadrukt. Kijk nog eens kritisch naar de geplande vierkante meters en de toezegging om de exploitatie van de gymzaal zelf ter hand te nemen, ook serieus te nemen als duurzame oplossing, omdat daar mogelijk nog een risico in zit. Met die opmerking erbij kunnen wij zeer goed leven met de motie die is ingediend door CDA, ChristenUnie en PvdA. Akkoord, dank u wel. Andere fracties nog? De fractie van Op Koerspunt, de heer Kloekhorst. Ja, dank u, voorzitter. Voorzitter, we hebben het allemaal aangehoord. We hebben ook de wethouder gehoord, die in onze ogen een heel reëel standpunt had. Alleen, er moet een oplossing komen. Om zo min mogelijk presidenten te scheppen, ondersteunen wij het voorstel van de coalitie. Maar er zal duidelijk beweging moeten komen bij het schoolbestuur. Dank voor uw bijdrage. Het ligt vast aan mij, maar ik ben even kwijt of u met nog een soort van termijn bezig bent of met stemverklaringen. In dat laatste geval zou ik ook graag nog wat willen zeggen. Maar ja, zoals ik al in het begin aangaf, we zijn bezig met de tweede termijn. En u mag dat nu doen om uw bijdrage te leveren. Maar ik ga dus moties zo meteen in stemming brengen. Dus daar mag het ook. Dan wacht ik even. Akkoord. Volgens mij zijn we inderdaad daarmee gekomen aan het einde van de behandeling in tweede termijn.
En ik zou direct door willen gaan naar de stemming. En dat doe ik in de volgorde van waarop de moties zijn ingediend. Te beginnen bij de motie ingediend door de fractie van de VVD, waarin wordt opgeroepen om een bijdrage van 200.000 euro ter beschikking te stellen aan het schoolbestuur van de Fontijn. Ik constateer dat de VVD-fractie de motie in stemming wil brengen. Dat is het geval. En dan vraag ik u wie in deze gemeenteraad kan instemmen met de motie zoals ingediend door de fractie van de VVD. Dat is de fractie van de VVD zelf. Ik wil graag u wilt nog een stemverklaring. Ja, excuus. Eerst een stemverklaring. Het is maar heel kort, voorzitter. Wij als ChristenUnie-fractie constateren dat geheel tegen hun eigen leer in de VVD wappert met een ongedekte check. En wij kunnen daarom niet meegaan met die motie. Akkoord, u stemt tegen. Anderen nog behoefte aan een stemverklaring? Niet het geval. Mag ik dan constateren dat de motie van de VVD gesteund wordt door de VVD zelf en niet door de andere aanwezige fracties hier, dat de motie daarmee is verworpen. Al dus aangenomen. Dan breng ik de motie in stemming ingediend door de fracties van CDA, ChristenUnie, Partij van de Arbeid. Behoefte daar aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. Dan vraag ik u wie kan instemmen met deze motie, behalve dan de eerder genoemde coalitiepartijen. Ik wou nog aan een stemverklaring. Stemverklaring, ja. Stemverklaring. Gaan we eerst naar de stemverklaring van de VVD. Ondanks dat we tot een bepaalde hoogte sympathie hebben voor het voorstel, stemmen wij toch tegen. Er wordt 120.000 euro toegezegd, waarbij het probleem nog niet is opgelost. En die oplossing hadden wij graag in één keer gezien willen hebben. Dus vandaar dat wij tegen deze motie stemmen. Maar mag ik de heer Reijnen nu even een vraag stellen? Nou, ik geef daar geen gelegenheid voor, de heer Bosma. Nee, want dan gaan we de discussie opnieuw doen en dat ga ik niet doen. Ik breng, als er verder geen stemverklaring aan de orde is, dan ga ik vragen, kunt u instemmen in de ingediende motie door de coalitiepartij? Wie anders dan de coalitiepartij kan daarmee instemmen? Dat is de fractie van Op Koers.nu en de fractie van D66. En daarmee is deze motie met een meerderheid van stemmen aangenomen. Al dus besloten in de gemeenteraad van Hardenberg op 24 mei. Voorzitter, dinsdag. Het is misschien wel nog even goed dat ook het college nog een reactie geeft op de aanneming van de motie. Want het college heeft nog een aantal kanttekeningen geplaatst. Maar we zijn wel erg benieuwd of ze nu gaat uitvoeren of niet. Dat is een terechte vraag die u nog kunt stellen inderdaad. Want de wethouder was duidelijk hoe die erin stond ten aanzien van de moties. Hij heeft het aan de raad gelaten. Maar er ontstaat nu een nieuwe situatie. En ik merk enige commotie aan de collegetafel. Dus het zou kunnen dat ze nog een schorsing zouden willen hebben. Is dat het geval? Nee, dat is niet het geval. Nee, want we hebben tijd. Dus, de heer Janssen, een korte reactie op de uitvoerbaarheid van deze. Mijn collega's proberen mij te beïnvloeden, maar daar sta ik niet meer voor open. De raad heeft gesproken. De raad heeft het portemonnee. En de raad heeft een tussenweg gekozen die ik royaal heb genoemd. En daarmee ga ik met het schoolbestuur in gesprek. En ik verwacht dat het schoolbestuur linksom of rechtsom beweegt, of met geld of met meters. Dank voor de toelichting van de zijde van het college. Zoals gezegd, daarmee is agenda punt 6 behandeld. Nogmaals, dank voor de inbreng en de verwoorde standpunten zoals in deze kwestie zijn gedaan. We hebben net geschorst, ik ga naar agenda punt 7... en ik stel voor, vanwege de behandeling van dit agendapunt, plan van aanpak bestuurlijk manifest, dat ik daar portefeuille had om even te wisselen van voorzitter. Nou kan dat heel snel, maar het geeft misschien ook de gelegenheid aan de mensen op de publieke tribune om te gaan. Het is jammer, want er wordt nu een mooi onderwerp behandeld zometeen. Dus u bent van harte uitgenodigd om te blijven zitten nog, zeg ik er direct bij. Ik wil vragen aan mevrouw Hof. Mevrouw Hof, om het voorzitterschap over te nemen. Dan gaan wij verder met wat nu agenda punt 7 is. Plan van aanpak, vervolg bestuurlijk manifest. Wie van de fracties kan ik daarover het woord geven? Allemaal? Heb ik ook de VVD gezien? Ja, de VVD, allemaal. Dan begin ik rechts van mij en dan ga ik op volgorde van grootte, het CDA. Dank u wel, voorzitter. Iets minder animo voor dit onderwerp, merk ik. Maar goed, daar zullen we mee moeten doen.
Voorzitter, het verhaal van de Toren van Babel heeft enkele raakvlakken met de discussie rondom het bestuurlijk manifest en het plan van aanpak. En daarmee doel ik niet per se op de gevoelens van enkelen die van mening zijn dat het ambitieniveau van Hardenberg tot aan de hemel reikt. Maar op het Hebreeuwse woord balal dat verwarren betekent. Immers, zowel in de eerste bespreking van het stuk als nu het plan van aanpak, is er sprake, en het woord kondigt dat al een beetje aan, van een Babylonische spraakverwarring op meerdere fronten. Sommige daarvan zijn wel heel opmerkelijk. Zo is er iemand in deze zaal die meerdere keren heeft gesproken, en voor het eerst was dat in de 32e minuut van het videoarchief van 23 februari, die meerdere keren heeft gesproken over een roze olifant die in de woonkamer staat. Voorzitter, ik heb de hele dag nog lopen zoeken in oude spelling, nieuwe spelling, in taalboekjes, websites. Maar ik ben daarbij tot de conclusie gekomen dat hij of zij hoogstwaarschijnlijk en dus aannemelijk doelt op de uitdrukking als een olifant in de porseleinkast. Ook de term bestuurlijk manifest voor de verdere beleidsmatige samenwerking was wellicht niet de meest fantastische keuze. Enfin, nu we dit weten kunnen we terug naar de kern van het probleem. Het plan van aanpak spreekt niet over een bestuurlijke fusie en toch spreken we over een bestuurlijke fusie. Het zou mij een lief ding waard zijn, voorzitter, wanneer we deze zaken na vandaag een beetje proberen te scheiden. En het is een oproep die niet alleen gericht is aan de raad, maar ook zeker aan het college. Want hoewel u expliciet aangeeft dat u met het manifest geen startsein voor een gemeentelijke herdeling hebt willen geven, neigt uw formulering toch meer dan eens in die richting, vooral in de inleiding en de aanbiedingsbrief. En daarover enkele vragen. U schrijft in uw inleiding dat de kwaliteit van dienstverlening van beide gemeenten moet worden vergroot. Maar we hebben toch één BOH die voorziet in dienstverlening en niet de afzonderlijke gemeente. U schrijft dat de kosten daarvan verlaagd moeten worden, maar dit hebben we toch met de bezuinigingen geregeld. En verder spreekt het college over het verkleinen van de kwetsbaarheid van afzonderlijke gemeenten, over gezamenlijk optrekken om elkaar te versterken, over een bestuurlijk krachtige regio en over eenduidig beleid. Wij staan er niet van te kijken dat deze teksten heel wat fusiestof hebben doen opwaaien. Het raakt, zoals ik ook in de oriënterende ronde al aangaf, niet de kern. Voor het CDA is het helder. Ja, wij zijn voor samenwerking op die gebieden waar we beleidsmatige overeenkomsten hebben. En wat zou het dan ook prettig zijn geweest wanneer u dit gewoon klip en klaar en helder had verwoord. Een andere vraag gaat over het harmoniseren van verordeningen. Er valt alleen te harmoniseren voor die terreinen waar ongelijkheid heerst. Zou de portefeuillehouder nog eens kunnen aangeven waarom dit een onderdeel uitmaakt van het plan van aanpak? Dan de organisatiestructuur met bestuurlijke koppels, een stuurgroep, een projectleider, een projectgroep, werkgroepen en een klankbordgroep. Het college heeft in de oriënterende ronde aangegeven dat hiervoor geen hele nieuwe organisatie wordt opgetuigd. Zou u nog eens kunnen aangeven hoe deze zaken zich verenigen? Dat voor het plan van aanpak. En ik was er enigszins van uitgegaan, voorzitter, dat de fractie van de ChristenUnie mee zou zijn voorgegaan. Dus mijn betoog gaat verder, maar er ligt inmiddels meer. Dat ligt er nog niet, maar dat ligt er zometeen wel, dus ik ga toch even verder. Hoewel het niet aan het plan van aanpak is verbonden, heeft het velen wel getriggerd om toch eens te kijken of in ieder geval de voor- en nadelen te onderzoeken van een bestuurlijke fusie. En gezien de houding van de Raad van Ommen, die ons na de oriënterende ronde nog eens nadrukkelijk ter oren of eigenlijk ter ogen is gekomen, is de timing van een dergelijk onderzoek misschien niet het meest gelukkige. En ook de vraag naar de nut en noodzaak van een dergelijk onderzoek nu, vanwege die houding, heeft in onze fractie gespeeld. Anderzijds hebben we met een dergelijk onderzoek de feiten wel op tafel en kan een ieder ook met inhoudelijke argumenten aan de discussie deelnemen. Wat wij bij een dergelijk onderzoek ook graag onderzocht willen hebben, is de mogelijkheid om de bestuursdienst bij één gemeente onder te brengen. Wij horen een dergelijke toezegging graag aan het college. Dat ook bij laten. Dank u wel, meneer Breukelman. Meneer Boersma. Willen we echt samen? Is dat niet de vraag die vanavond
centraal staat. Echt samen is met de visie vanuit wederzijds vertrouwen het beste zoeken voor de beide gemeentes in deze regio. Met de nadruk op deze regio. En de vraag is, echt samen, hoe bereiken we dat? In het plan van aanpak worden heldere uitspraken gedaan. De eerlijkheid gebied, mijn collega die noemde het ook, in de inleiding staan zinnen die gerelateerd zijn aan het begin van de BOH. En daar staat de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente Ommen en Hardenberg moet worden vergroot. Nou, die moet altijd worden vergroot, onze kwaliteit moet ook worden vergroot, dus je kunt altijd aan de kwaliteitsvergroting blijven werken. De kosten moeten worden verlaagd, daar moeten we aan blijven werken tot de komende jaren toe. En de kwetsbaarheid van de afzonderlijke organisaties moet worden verkleind, nou, daar zijn we mee bezig. Maar ook daar kun je nog in verder gaan. Maar vervolgens schrijven de schrijvers, de indieners, dat zijn de colleges, de gemeenten moeten samen optrekken om elkaar te versterken. Yes, dat moet zeker gebeuren. We zitten in een regio tegen de grens aan en we moeten sterker worden. Er is een krachtige, vitale regio die ontstaat door intensieve, strategische, inhoudelijke samenwerking. Intensief en strategisch inhoudelijke samenwerking, waardoor de regio wordt versterkt. En dan komt-ie. De mooiste zin is misschien wel inwoners, instellingen en bedrijven die verwachten, ik weet niet hoe men dat weet, maar die verwachten dat er een eenduidig beleid los van gemeentegrenzen ontstaat. Nou, en als dat zo is, en dat lees ik in het stuk, verzet het niet zelf, dan is de vraag, dan ga ik terug naar, als je samen wil werken, hoe doe je dat? Deze zaken vragen om actie en de vraag moet beantwoord worden hoe deze punten het beste bereikt kunnen worden. Bereiken we dit door te gaan samenwerken als colleges met een ondergeschikte rol voor beide raden? Of om nu echt een plan van aanpak te maken voor die samenwerking? En terecht wordt af en toe opgemerkt, het gaat om een plan van aanpak en waarom begin je nu over een onderzoek? Dat komt zo. Maar dat verzinnen we niet zelf. De zin dat een mogelijk gemeentelijke herindeling een zaak is van de politiek, geeft aan dat de beide colleges wel nagedacht hebben over verregaande vormen van samenwerking, maar besluitvorming daarvan overlaten aan de politiek. En dat zijn, zoals we hier zitten, wij. En de fractie van de ChristenUnie pakt die handschoen dan ook op en neemt haar verantwoordelijkheid om te laten onderzoeken of er betere opties zijn om de net genoemde doelen te bereiken. Laat ik ze nog een keer noemen. Betere kwaliteit, lagere kosten, versterking van elkaar, verkleining van de kwetsbaarheid, de vorming van een sterke regio en de wens van de inwoners voor een eenduidig beleid. Het college en de meerderheid van deze raad, die kunnen naar mijn inziens niet tegen een onderzoek zijn naar de voor- en nadelen van een gemeentelijke herindeling. Ik vraag niet naar een onderzoek naar een gemeentelijke fusie, ik vraag naar de voor- en nadelen van de gemeentelijke herindeling. Misschien zijn de nadelen wel groter dan de voordelen, dan weten we dat ook, maar we weten het niet. We weten niet waar we over praten. En waarom kunnen we er niet op tegen zijn? Omdat partijen met elkaar in 2014 bij de coalitieonderhandelingen af hebben gesproken dat we binnen 2 jaar na het aantreden van dit college een onderzoek opstarten naar de voor- en nadelen van een gemeentelijk samengaan. En veel partijen zaten bij de onderhandelingstafel en hebben met dit voorstel ingestemd of zich in ieder geval niet tegen uitgesproken. Terug naar de vraag, willen we echt samen? De fractie van de ChristenUnie is onder de indruk van de reacties uit de gemeenteraad in Ommen. Mogelijk is er wel een wens om samen te werken, maar over een onderzoek naar voor- en nadelen, en hoe groot is dat onderzoek dan, voor verdergaande samenwerking, daar mag niet over gesproken worden met geen woord. En dat roept de vraag op, willen we echt samenwerken? 2 jaar geleden spraken we bij de coalitieonderhandelingen ook af om de effecten te gaan meten van besluiten die we hier nemen. De fractie van de ChristenUnie vraagt de portefeuillehouder in februari 2018 de effecten van het plan van aanpak van het bestuurlijk manifest in beeld te brengen. Wij hopen dat de effecten significant zijn, dan kunt u straks vragen wat is significant, maar dat de effecten groot zijn, maar hebben daar op dit moment gezien de reacties wel enige twijfel over. Immers willen we wel echt samenwerken. De fractie van de ChristenUnie is van mening dat de tijd van isolatie en zelfzorg achter ons moeten laten. En met de blik op de toekomst, vanuit visie, moeten kijken hoe we het Vechtdalgebied kunnen versterken. Dus niet alleen kijken naar Hardenberg, maar nadrukkelijk kijken naar de positie van deze regio waarvan wij deel uitmaken. Wij kijken over de gemeentegrenzen heen.
En wij denken dat een intensieve strategische inhoudelijke samenwerking, zijn grote woorden, intensief strategisch inhoudelijke samenwerking die voor ogen is, onvoldoende zal bijdragen aan een vitale en krachtige regio die gewenst is. En het is niet ondenkbaar dat onze opvolgers over enkele jaren ons verwijten dat we niet door daden zijn overgegaan. Omdat we het bestuurlijk manifest en het daarbij horende plan van aanpak een stapje in de goede richting vinden, zullen wij voor het plan van aanpak stemmen. Maar met nadruk vragen we op korte termijn het onderzoek naar nauwere samenwerking op te starten. En om dit te bereiken leggen we de Raad samen met de fractie van de PvdA een motie voor, waarvan het dictum luidt: draagt het college op om een onderzoek te starten naar de voor- en nadelen, de financiële gevolgen, de bestuurlijke draagkracht, de kwaliteit van de dienstverlening bij een samengaan van de gemeente Ommen en Hardenberg. Dit afgezet tegen de kwetsbaarheid van de huidige situatie, de kwaliteit van de dienstverlening, de kosten, de complexiteit en de organisatiestructuur op dit moment. En eind november 2016 het rapport waarin de uitkomsten van het onderzoek zijn beschreven aan te bieden aan de gemeenteraad. Tot zover het dictum. Dank u wel. U heeft niet nog een toevoeging als meneer Doggernet. U bent nu echt klaar met uw bijdrage. Nee, ik ben er niet. Kijk, heel goed. Want het is motie nummer 1. Dat zat ik op te wachten. Ja, dat dacht ik al. Als ik spreek over kwetsbaarheid en kwaliteit, wil dat helemaal niet zeggen dat de kwaliteit niet goed is. We willen graag in het onderzoek kijken van, als we samen gaan, als voordeel, wordt dan de kwetsbaarheid verkleind? Wordt dan de kwaliteit nog begroot? En zo moet u het dictum ook lezen. Ten slotte, en dan komt u mevrouw de voorzitter. We lonken niet naar Ommen. We lonken niet naar Ommen. En we willen Ommen niet annexeren. Kom op nou, we willen het samen doen. Het woord annexeren past daar helemaal niet in. Verre van dat. We willen, nu beide gemeentes nog gezond lijken zijn, onderzoeken wat het beste voor deze regio is. En als gemeenteraad van Ommen zich te vuur en te zwaard zelfs tegen een onderzoek blijft verzetten, rest de vraag, willen we echt samenwerken? Wij hopen van antwoord, wij hopen van harte dat het antwoord op die vraag ja is. Ik dank u wel. Dus mag ik één vraag stellen? Ja, dat mag. Eén korte vraag, meneer. Zeker, u kent me. Het was een helder verhaal. Dank daarvoor. Wat ik alleen mis, meneer Boersma, is het budget wat u daarvoor ter beschikking wil stellen. En, u voelt me aankomen natuurlijk, waar u dat van gaat betalen. Dat ga ik betalen uit middelen die ooit eens vrijvallen in de toekomst, meneer Gerber. Dus dat mag nu wel weer, begrijp ik, van uw eigen fractie. Hey. Meneer Gelling, u kreeg... Ja, ga uw gang, meneer Boersma. Ja, ik wou zeggen, u kreeg één vraag. U heeft er nu 2 gesteld, maar duidelijk is het volgens mij. Voorzitter. Meneer Rodemond. Dank. Vraag aan de heer Boersma over zijn prachtige betoog. U citeert heel fraai uit het stuk en met de vraag steeds willen we samen. Mijn vraag is eigenlijk ook aan u in die zin. Wilt u wel samen? Want als u zo drukt op een onderzoek waarbij de andere partij, te weten Ommen, nadrukkelijk aangeeft dat ze dit onderzoek voorlopig nog niet willen. Ze zijn er blijkbaar nog niet klaar voor. Lijkt het alsof u in verkeringstijd zeg maar gaat kijken of we een eenzijdig huwelijk kunnen verkennen met elkaar. Wilt u echt samen of wilt u dit proces verstoren? Het is bijzonder wat er gebeurt en dat is niet de eerste keer deze avond. En daar heb ik me al over verbaasd hoe woorden uitgesproken door de een totaal anders worden opgevangen door de ander. Dat is uniek. Maar goed, dat zijn wij mensen denk ik voor. Waar ik me zo druk om maak, ik denk dat deze regio versterkt moet worden. Dat schrijven de colleges ook. En dat kun je niet door wat samen te werken, maar dan moet je echt de slag willen maken. En ik zou graag de voordelen van een mogelijk samengaan op een rijtje willen hebben, voordat ik echt tot besluitvorming kom. En misschien zijn de nadelen nog wel veel groter dan de voordelen, dat weten we het ook. Maar ik weet op dit moment niet waar ik het over heb. Maar ik denk dat het noodzaak heel erg groot is. En de tijd dringt. Voorzitter, ik heb niet het idee dat dit een antwoord op mijn vraag is. U zegt maar dat u een eenzijdig onderzoek wil afdwingen hier in Hardenberg, terwijl Ommen daar niet klaar voor is, waardoor u het belang wat u zelf schetst ondermijnt. Hey, nog een keer, maar goed, dat hoeft niet. Ik vraag het college van Hardenberg. Ik praat niet met het college van Ommen. Ik vraag het college van Hardenberg, en ik leg het aan uw raad voor, om een onderzoek te starten naar de voor- en nadelen. En dat doen wij als Hardenberg. En ik vraag aan het college om daar met een reactie te komen aan het eind van november. Dank u wel, meneer Boersma. Meneer Kloekhorst.
Kloekhorst, meneer Kloekhorst heeft nog een vraag aan u. Meneer Boersma, ik denk dat die vraag van u een hele goede zaak is om Ommen en Dalfsen dichter bij elkaar te brengen. Het is niet echt een vraag, geloof ik, maar meer een opmerking. Als u wilt reageren, mag dat. Maar... Dank u wel. Mevrouw Luiten. Ja, ik hoor meneer Boersma een aantal keer zeggen samenwerking in de regio. En ik vroeg me eigenlijk af hoe groot die regio idealiter dan zou moeten of kunnen zijn. Nou, dat vind ik een onderdeel van het onderzoek. Ik ben er heel erg benieuwd naar hoe groot die regio is. Maar misschien denken we wel veel te eng aan alleen aan Ommen en Hardenbergen moeten we wel verder denken. Dank u wel. Ja, goed, vanavond is de... Dank u wel meneer Boersma. Ja, u mag naar uw plekje terug gaan. Vanavond is de VVD-fractie groter. Oh, mevrouw Van der Hoek. Mevrouw Van der Hoek. U moet duidelijker zwaaien. Dank u wel, voorzitter. Blijkt dat mijn verhuizing toch meer impact heeft op u allen dan op mij. Ik heb een korte vraag aan meneer Boersma. Het onderzoek, staat dat de uitvoering van een plan van aanpak wat u betreft in de weg? Of moet ik dit horen als een tweesporenbeleid? Dank u wel voor de vraag. Ik heb nadrukkelijk gezegd dat de fractie van de ChristenUnie het plan van aanpak een stap op de goede weg vindt. Wij hebben ook ingestemd met het bestuurlijk manifest en we hebben aangedrongen op een plan van aanpak. Dus daar zijn we erg voor, daar gaan we ook zometeen voor stemmen. Ik heb daar verder ook geen opmerking over gemaakt. En wij zeggen dit, wij pakken dit nu aan omdat het in het stuk wordt genoemd dat het aan de politiek is. Die handschoen hebben we opgepakt. Dat staat naast het plan van aanpak. Dus als je dat twee sporen wil noemen, dan heb je daar gelijk in. Volgens mij mag u nu echt gaan zitten. En ik begon net met te zeggen dat de VVD-fractie vanavond groter is dan de Partij van de Arbeid-fractie. Vandaar dat meneer Gelling nu achter het spreekgestoel plaatsneemt. Voorzitter, dank u wel. Ik hou het kort. We hebben al wat dingen gezegd over het bestuurlijk manifest. En nog even een reactie op meneer Boersma. Er zijn natuurlijk oorlogen gevoerd omdat we elkaar kennelijk vaak verkeerd begrijpen. Dus dat is hier ook geen uitzondering. De VVD-fractie vindt het bestuurlijk manifest en het plan van aanpak overigens prima. We hebben dat in de oriënterende ronde al aangegeven. Wij vinden dat het college namelijk getuigt van een goed besef ter zake van de huidige verhoudingen naar mogelijkheden samenwerkt om de goede relatie met Ommen verder uit te bouwen, wat een logisch gevolg is van de ambtelijke samenwerking. Dat staat in het manifest. Dat brengt mij dan gelijk, dus wij zijn daar zeer tevreden mee, los daarvoor en kijken uit naar het vervolg. Dat brengt mij gelijk op de motie van de ChristenUnie. In het bestuurlijk manifest, echter, meneer Beukeman zei het al, wordt met geen woord gesproken over de fusie. Dus de timing daarvan beschouwen wij als een slechte kapstok in deze. Maar laat duidelijk zijn dat de VVD-fractie natuurlijk voor een bestuurlijke fusie is. Wij waren ook volgens mij een van de weinigen die dat in ons korte verkiezingsprogramma, punt 1 van de 5, hebben uitgesproken. Ten meerdere werd het heel lastig uitleggen vinden dat je als organisatie de ambtenaren samenvoegt, maar vervolgens vergeet in directie, in raden, in gemeentesecretarissen, griffiers, noem het maar, de besluitvorming niets te doen, maar wel alles op het uitvoerende niveau. Dat is lastig en wij vinden dat ook niet correct. Dat is ook heel praktisch. Maar heel duidelijk is nu dat er in Ommen, naar aanleiding van de discussie zoals hier gevoerd wordt, werkelijk wordt geschreeuwd naar Hardenberg: gaat u alsjeblieft weg. Gaat uit onze buurt, wij willen u niet, wij moeten u niet, nu niet, nooit niet en zeker op dit moment niet. En ik verwijs dan naar meneer Stelstra van de ChristenUnie, dezelfde ChristenUnie, die hier vorig jaar in de exact dezelfde discussie bij meneer Botter, toen hij weer een bommetje legde onder de BOH, meneer Botter doet dat veelvuldig. En juist meneer Stelstra was die zei, in een proces om te komen tot een huwelijk moet je eerst eens wat verkering nemen. En maak je eens een afspraakje. Meneer Stelstra heeft daar wat ouderwetse gedachten over ook. Hè. Je chaponeert dat, je gaat daar heel langzaam en zorgvuldig mee aan de slag. Hij had toen de tijd de lachers op zijn hand, maar kennelijk is zijn eigen fractie volstrekt vergeten wat meneer Stelstra toen vond. Wat u nu doet is namelijk omgekeerd. U gaat geen verkering aan, nee, u stuurt de dokter langs bij een meisje om eerst even te kijken of ze wel goed gezond is, of er niks aan mankeert. En dan gaat u eens vragen of ze verkering met u wil. En dat is tamelijk kansloos, misschien zelfs verkeerd gepland. En wat is de oplossing? Ja, volgens mij een hele eenvoudige. U moet gewoon eens bellen met uw eigen fractie en om en eens vragen van, goh, hoe staan jullie er tegenover? Wij VVD'ers doen dat met bier en bitterballen. Afgelopen woensdag nog bij de zon, buitengewoon gezellig met zowel Ommen als met Dalfsen. Maar dat mag in ieder geval ook zijn met een kopje koffie en een kaakje. Daar is niks mis mee. Dus wij zijn absoluut voor
een bestuurlijke samenwerking. Wij vinden ook het onderzoek daarna buitengewoon goed. Het lijkt ons ook verstandig om te doen, alleen niet in deze fase. Dank u wel. Voorzitter, mag ik een korte vraag stellen? Ja, maar ik ga uw gang. Ik ook graag. Er hebben ze namelijk wat verschuivingen voorgedaan in het politieke landschap hier. Dus vandaar even de korte vraag van, klopt het dat de volledige VVD-fractie momenteel voor een herindeling is? Nou, dat vind ik een tamelijk onbetamelijke vraag, voorzitter. Die laat ik even bij de CDA-fractie liggen. Dat stelt me teleur. Meneer Boersma heeft geen vraag. Anderen nog vragen aan meneer Gelling? Niet? Dank u wel. De Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Zoals u allen weet, heeft onze fractie zich de afgelopen maanden kritisch uitgesproken over het bestuurlijk manifest. Hierbij hebben we steeds benadrukt dat er afspraken gemaakt zijn in het coalitieprogramma over onderzoek naar haalbaarheid en de voor- en nadelen van een mogelijk bestuurlijke fusie. Onze fractievoorzitter noemde het manifest een sneltrein en het onderzoek het boemeltje wat er achteraan hobbelt. Er wordt al veel gezamenlijk opgepakt door Ommen en Hardenberg. De BOH is hier een mooi voorbeeld van, maar ook de samendoenteams. Mede door ons streven naar goede kwaliteit van dienstverlening, kostenbesparing voor beide gemeenten en vermindering van de eigen kwetsbaarheid zijn deze gezamenlijke initiatieven vormgegeven. Laat het daarom volstrekt helder zijn dat onze fractie niet tegen samenwerking in de regio is, op het gebied van zorg, economie, mens of maatschappij. Er zijn in het voorliggende stuk mooie voorstellen gedaan voor samenwerking, zoals de gezondheidsnota, verbinding Vitaal-Vechtdal en de omgevingswet. Wij zien echter ook voorstellen waar wij ons op dit moment niet of onvoldoende in kunnen vinden. Zoals het harmoniseren van de subsidieverordeningen of voorsorteren op eenduidig beleid. Wat onze fractie zich daarnaast afvraagt, is of met de voorgestelde ongelimiteerde samenwerking op alle inhoudelijke thema's en voorgenomen structurele gezamenlijke collegeoverleggen een afslag genomen wordt richting bestuurlijke fusie, die we eenmaal genomen niet meer kunnen afwenden. Wij vinden dat de huidige en toekomstige samenwerking op dit moment in de tijd niet geformaliseerd hoeft te worden met een manifest. Zeker niet als er geen gedegen onderzoek is gedaan naar de wenselijkheid en haalbaarheid daarvan. Het inrichten van nieuwe processen, stuurgroepen en inhuur van extern advies om de communicatie en het verwachtingsmanagement rond het bestuurlijk manifest in te richten, vinden wij daarom voorbarig. Wij zullen dan ook niet instemmen met de voorliggende stukken. In het stuk wordt de heer Fort geciteerd. Bij elkaar komen is een begin. Bij elkaar blijven is vooruitgang. Met elkaar samenwerken is succes. De fractie van de Partij van de Arbeid onderschrijft dit van harte en wil daarom eerst wel eens weten of we bij elkaar kunnen blijven voordat we intensiever gaan samenwerken dan dat we nu al doen. De motie van de ChristenUnie om hier gedegen onderzoek naar te doen, zullen wij dan ook mede indienen. Dank u wel, mevrouw Kloekhorst. Ik kijk even rond of er vragen zijn. Dat lijkt niet het geval. Dan mag op koers nu achter de sprekersstoel plaatsnemen. Meneer Kloekhorst. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter. Het mag duidelijk zijn dat op koers nu geen voorstander is van de fusie. Hoewel het plan van aanpak gepresenteerd wordt als een verkennende bespreking, is het voor ons een brug te ver. Als het thema mens en maatschappij en ruimte en economie aan het eind van de rit ook onder het gezamenlijk beheer van lees BOH worden geplaatst, is een fusie halverwege. En dan is men ten hele verdwaald. Wat blijft er dan nog voor de gemeenteraad over? De democratisch gekozen gemeenteraad van Ommen geeft aan dat er geen heil in te zien. Ook beginnen er steeds meer geluiden uit de Hardenbergseraad te komen die kritisch klinken. Maar mocht de coalitie uiteindelijk toch vast willen stellen
hoe blij de beide partners met elkaar zijn, onderzoek dan ook hoe erg het is om geen relatie met elkaar te hebben. Tot slot, voorzitter, een opmerking die mij heel erg intrigeert, en dat is die van het CDA, van het onderbrengen van de bestuursdienst bij één gemeente. Ons probleem is steeds, en de heer Gelling die wees daar ook al op, daar wil ik daar graag een bommetje onder leggen, niet om de BOH zelf, maar wij raken de greep kwijt. Wij hebben geen zicht meer op de BOH. Met andere woorden, wij zijn bang voor een stukje democratieverlies en zeggenschap van de gemeenteraad. Dank u. Dank u wel, meneer Kloekhorst. Geen vragen voor u zo te zien. Dan wil ik D66 vragen. Voorzitter, dank u wel. D66 is blij met het voornemen om tussen Hardenberg en Ommen intensiever te gaan samenwerken, ook op bestuurlijk vlak. De notitie Het Land van is een mooie aanzet en het plan van aanpak een goed vervolg wat ons betreft. Dat gezegd hebbende vragen we nog wel om een meer concrete uitwerking, omdat een aantal ideeën in het plan nog onduidelijk zijn. In het plan van aanpak staat te lezen dat er op een aantal terreinen al intensief wordt samengewerkt en dat deze samenwerking verder geïntensiveerd en verbreed kan worden. Gedacht wordt aan gezamenlijke bestuurlijke sessies over onderwerpen zoals de RUD en de omgevingsvisie. Belangrijke onderwerpen. Voor deze onderwerpen is natuurlijk budget beschikbaar om het een en ander ook ambtelijk goed voor te bereiden. Bovendien zijn dit onderwerpen die verder gaan dan het gebied van Ommen en Hardenberg samen. Vraag is dan ook waarom er een budget van 110.000 euro wordt gevraagd om dit voorzichtige proces wat er geschetst wordt te begeleiden. De PvdA refereerde het er ook al aan. Het gaat over draagvlak en over communicatie. En op het gebied de opmerking dat er geen capaciteit binnen de BOH is, vinden wij eigenlijk wel wat zorgelijk. Omdat er volgens ons nog zwaardere trajecten op ons afkomen, doet de fractie van D66 de suggestie om de BOH intern te versterken met juist dat vermogen om beter te kunnen communiceren. Dat gezegd hebbende willen wij wel graag een nadere uitwerking van de opdracht van de in te huren personen die 110.000 euro rechtvaardigen. Kan de portefeuillehouder hieraan voldoen? Dank u wel, meneer Rodemond. Rustig. Dan wil ik tot slot GroenLinks vragen. Dank u wel, voorzitter. Babylonische spraakverwarring. CDA kwam er terecht mee. Onze fractie heeft geen enkele verwarring als het gaat over participatie, co-creatie, verkennen, economisch potentieel, regionale kracht, samenwerking en een modern bestuur. En zoals ik net aan de heer Boersma vroeg, hebben we hier over een tweesporenbeleid. We hebben het over het plan van aanpak, verdieping van onze samenwerking, efficiëntie. En hebben we het dan over het onderzoeken van mogelijkheden, al dan niet eenzijdig. Op het moment dat de heer Boersma daar positief op antwoordde, dat maakt dat onze fractie, nou, als dit plan van aanpak door kan gaan, zoals die hier nu ligt, waarbij ik wel vind dat er gesproken moet worden over hoe wij als raden zelf vinden dat we betrokken willen zijn, dat dat gesprek nog wel moet kunnen plaatsvinden en dat die ruimte gezocht moet worden. En vinden wij wel dat die verkenning zou kunnen plaatsvinden. En of dat nou nu het momentum wel of niet is, misschien is het misschien nooit een goed moment. Dus dan maar dit moment. Dus wij kunnen daar van harte mee instemmen in dat opzicht. Het plan van aanpak is, vanavond ben ik over dit punt met de VVD wel eens een goed plan van aanpak. En als je dan vandaag van RTFVO ziet dat een stap dichterbij is gezet voor het realiseren van de nieuwbouw van ons ziekenhuis hier in Hardenberg, hoe belangrijk is het dan dat je samen als gemeentes op kunt trekken om de versterking van onze zorgsector te gaan garanderen? Want Ommen heeft ons ziekenhuis ook nodig. Als je het hebt over gezondheidsnota's, gelijktrekken waarin je binnen de transities, maar ook iets groots als een vitaal vechtalproject, gewicht kunt geven om op deze manier te gaan samenwerken en te participeren, laat je wat mij betreft en wat onze fractie betreft zien dat middelen en beperking aan middelen
en efficiëntie, zoals wij dat vragen van onze samenleving, ook door ons bestuur wordt gedaan. Oftewel, het zijn nieuwe tijden en we zullen moeten gaan samenwerken. Dank u. Dank u wel, mevrouw Van den Hoek. Dan wil ik de portefeuillehouder vragen. Dank u wel, voorzitter. Op dit late tijdstip nog een mooi onderwerp te bespreken. Het bestuurlijk manifest. We hebben daar uitgebreid eerder in de oriënterende ronde ook over gesproken. Ik heb er toen al veel over gezegd. Ik wou niet al te veel in herhaling vallen, maar doorgaan op de lijn die ik hier vanavond bespuur. We hebben geconstateerd dat we een eerste stap hebben gezet in 2012 met een ambtelijke samenwerking in één bestuursdienst. Er waren drie uitgangspunten, de drie K's zoals we die altijd hebben genoemd. De kwaliteit van dienstverlening verbeteren, de kwetsbaarheid verminderen en kostenefficiënt werken. Daar hebben we twee evaluaties over gehad inmiddels en daar zijn mooie stappen gezet. En dat bracht ons ertoe als beide colleges vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van de BOH om te zeggen van ja, maar we hebben ambitie en we willen eigenlijk wel een stap verder maken. Maar we voelen dat de politieke geesten nog niet rijp zijn om te praten over herindeling. Dus daar gaan we het niet over hebben, want dat is het primaat van de politiek. Dat is het primaat van beide raden. Maar toch in die ambitie de tweede stap durven zetten om te zeggen van ja, maar we willen toch kijken of we die inhoudelijke samenwerking kunnen verbeteren. Nou, daartoe is dit bestuurlijk manifest opgesteld. Nu twee keer met u gedeeld. En ik bespeur in de grote lijn dat u zegt van, nou ja, het is mooi dat u verder wilt met die inhoudelijke samenwerking op de thema's ruimte en economie en maatschappelijk domein. Dat zien we ook wel zitten, maar dat een aantal fracties nu eigenlijk ook in die discussie verder gaat en zegt van, ja, maar dat ontstaat bij ons in de discussie nu ook de vraag van, ja, en is dit het dan en is dit voldoende en moeten we daar, of gaat het niet te ver nu al en moeten we daar zelf ook niet als raden naar kijken van, wat willen we zelf nu eigenlijk? En daartoe is ook de motie ingediend die ik nu voor mij zie liggen. Wij vonden vanuit beide colleges de tijd niet rijp ervoor om de volgende vragen aan u voor te leggen van een bestuurlijke fusie. Gebaseerd op signalen. Voor een huwelijk heb je inderdaad twee partijen nodig. Maar aan de andere kant ben ik ook zo realistisch en zie ik dat deze raad, de raad van Hardenberg, wel de behoefte heeft om daar duidelijkheid over te krijgen. Duidelijkheid over te krijgen van ja, wat zijn de voor- en nadelen van zo'n bestuurlijke fusie. Waarbij wat mij betreft ik wel het zou willen afbakenen van hoe groot is die regio dan. Nou ja, in uw eigen coalitieakkoord heeft u gezegd van de bestuurlijke fusie met Ommen. Dus volgens mij is dat wel de eerste logische stap. Ik bedoel, we zouden door kunnen gaan om ook de EU-regio wellicht te vragen om het bestuurlijk te fuseren. En dan Hardenberg als hoofdstad van de EU-regio te maken. Dat is een mooi perspectief, maar weinig realistisch, denk ik, op dit moment. Dus dat zou ik dan daar wel bij neer willen zetten. Dat ik zeg van, nou, volgens mij zou zo'n onderzoek zich dan wel alleen moeten richten op het verhaal rondom en Hardenberg in eerste instantie. Waarbij ik nogmaals, en dat heb ik ook in de oriënterende ronde aangegeven, er wel bij zegt van, het zou wel mooi zijn als we Ommen zover zouden kunnen krijgen, met name politiek Ommen, want ik heb de signalen ook gehoord en gelezen, dat de politiek in Ommen toch bereid zou zijn, en die oproep zou ik ook willen doen om te zeggen van ja, zo'n onderzoek is altijd goed om te doen. Je moet je baseren op feiten, op onderzoek, om inderdaad ook de politieke discussie daarna te kunnen voeren. Dus ik ben realistisch genoeg om te zeggen van ik ben blij met de steun voor het bestuurlijk manifest zoals het er ligt. Zodat we wel die tweede stap kunnen gaan maken. Het plan van aanpak is daar leidend in. En ik heb eerder u al toegezegd dat hier in die zin geen enkele stap kan worden gezet zonder dat de raden daarbij betrokken zijn. De PvdA heeft het over ongelimiteerde samenwerking. Ja, dat is niet aan de orde, ongelimiteerde samenwerking. Er wordt gewerkt binnen de kaders van uw raad. Dat doen we altijd. En dat blijven we ook in dit verband doen. Ik zou er nog bij willen zeggen tot slot. Als u die motie zou aannemen over ook een onderzoek te doen naar die bestuurlijke fusie, de voor- en nadelen. En dus de kracht die je daarmee ontwikkelt in de regio. Om dat vooral vanuit de raad te doen. Dat lijkt mij een hele zuivere aanvliegroute om te zeggen van wij doen vanuit de raad zelf dat onderzoek. Het is ook het primaat, vind ik, van de politiek. Het is een groot onderwerp om te praten over bestuurlijke fusie.
En ik zou het voorstel willen doen om te zeggen van formeer een werkgroep uit de raad. Laat een extern bureau dat onderzoek doen. Niet vanuit de ambtelijke organisatie dat verhaal opzetten. En formuleer als raad een aantal onderzoeksvragen. En ga met dat onderzoek, met de resultaten daarvan, ga of tijdens het onderzoek, maar in ieder geval na het onderzoek, het gesprek aan met de raad in Ommen. Om op die manier die samenwerking verder te gaan versterken. Dat in eerste instantie, voorzitter. Als u nog even wil blijven staan, meneer Boersma. Ik heb heel kort drie punten. Wij vragen niet naar een bestuurlijke fusie. Dat u formuleerde dat later wat anders, maar we vragen naar een onderzoek. Dat is één. Wij zetten in, met PvdA en de ChristenUnie, zetten we in ons dictum dat het samengaan met de gemeente Ommen. Dat sluit ook aan bij de BOH. Dus ik heb het antwoord gezegd dat mag best onderzocht worden, maar niet in deze, dat staat niet in deze motie. En de derde opmerking en de laatste opmerking is, ik pak die handschoen graag op en ik hoop dat anderen het inderdaad ook doen, dat we een groepje krijgen die er echt mee aan de slag gaat. Dank u wel. Ja, voorzitter. Voorzitter, ik had een aantal vragen gesteld, die worden niet beantwoord. Dat was bij de oriënterende ronde ook het geval. Dus ja, in die zin wil ik niet in herhaling vallen, maar er moet gewoon een antwoord komen. Goed, laat ik de belangrijkste even vragen. Dan wil ik toch een antwoord hebben over, u spreekt over harmoniseren van verordeningen. Dat klopt voor mij niet, komt niet helemaal overeen met datgene, het idee, het uitgangspunt dat we op de gebieden waar we al gelijk beleid hebben meer samenwerken. Misschien kunt u daar nog eens op antwoorden. Ja, en u zegt ook, de politieke geest is nog niet rijp, de tijd is nog niet rijp. Dat is ook een beetje de manier waarop u het plan van aanpak schrijft. En daardoor snap ik wel dat die verwarring steeds ontstaat. Zou het niet beter zijn dat we gewoon die dingen zuiver uit elkaar zien, maar dan moeten we ook niet hier te spreken over nog niet rijp, of de politieke geest is nog niet rijp, want daar spreekt namelijk een verwachting uit dat die ooit wel een keer rijp zou zijn, en dat is nog maar de vraag. Daar moet onderzoek namelijk uit blijken. En de laatste vraag die nog ter tafel lag is of het college in het onderzoek ook het idee mee wil nemen om de BOH bij één gemeente om te brengen, wat daar de gevolgen voor zouden zijn. Ik wil graag eerst, haakt het hierop in, mevrouw Kloekhorst, want anders dan, dan zou ik eerst tot beantwoording van de vragen willen over. Ja, ik heb de vragen niet beantwoord omdat ze in mijn beleving vorige keer wel degelijk aan de orde zijn geweest, want ik heb toen over de verordeningen gesproken, ook als voorbeeld genoemd, bijvoorbeeld de algemene plaatselijke verordening, waarbij we hebben gezegd van ja, wij werken op terrein rondom veiligheid. Werken we samen met de regiopolitie. Daarin werken beide gemeenten ook samen. En die hebben er alle belang bij om een geharmoniseerde verordening te werken. Zodat het beleidsuitgangspunt hetzelfde zijn. Dat werkt makkelijk. U spreekt in een stuk over allerlei verschillende subsidieverordeningen. Of sport, of cultuur, dat soort zaken. Maar goed, laten we dat punt dan even parkeren. Ja. Nee, maar dat zou ook kunnen. Maar nogmaals, en dat heb ik vorige keer ook gezegd. Het is uiteindelijk aan uw raad of u mee zou willen gaan in die verordening, want daarin staat het beleid verwoord. En als de gemeenteraad van Hardenberg of die van Ommen toch dat anders zouden willen, dan zou dat kunnen. Maar we hebben wel toen gezegd, van we willen wel proberen om het een en ander te harmoniseren, omdat er nu één keer ook heel veel instellingen zijn die inmiddels op een grotere schaal werken dan het gemeentelijke domein. U had nog andere vragen, die gingen. Even kijken, harmoniseren van de verordeningen. De geesten zijn niet rijp, inderdaad. En of u zegt van ja, nog niet rijp, dat is inderdaad een interpretatie die erbij kan zijn. Maar dat laat ik aan u. Wij hebben geconstateerd van, wij maken die tweede stap, die kunnen we zetten. Maar politiek, die derde stap, die is niet aan het college, niet aan de colleges om die stap te maken. Zo heb ik die opmerking destijds bedoeld. Ja, de BOH, het onderzoek onder te brengen, bijvoorbeeld de bestuursdienst bij één gemeente. Nou, dat moet u zien. Tenminste, ik zou het willen zien, maar het is goed om dat te benoemen. Door te zeggen, als we zeggen van het onderzoek gebeurt door de raad zelf, in opdracht van de raad. En er is een begeleidingsgroep vanuit de raad die daarbij gaat zitten. Dan zou je ook die vraag zou meegenomen kunnen worden als een van de scenario's om daarna te kijken van moet zo'n gemeentelijke organisatie ondergebracht worden bij een van de gemeenten bijvoorbeeld. Dus neem dat in dat onderzoek mee wat door de raad wordt gedaan en niet door het college. Want dat is eigenlijk het belangrijkste punt wat ik zou willen maken. Ik zie u bedenkelijk kijken.
Wat ik bedoel te zeggen, laat het onderzoek... U wordt namelijk via de motie opgeroepen om met een onderzoek te komen. Ja, maar ik geef u terug dat ik in dit geval, omdat het zo'n politiek belangrijk onderwerp is, en u als raad van Hardenberg dit een heel belangrijk onderwerp vindt, om het ook vooral als raad zelf het onderzoek te laten doen. Als opdrachtgever te gaan fungeren vanuit de raad. En niet het college dat laat doen, want het college zit in een andere verhouding met Ommen, met het college van Ommen, in een algemeen bestuur. En ik denk dat het heel goed is om de verhouding zuiver te houden, ook naar de gemeenteraad van Ommen, om te zeggen van nou, wij pakken dit onderzoek als raad zelf op. En dat budget, daar komen dan volgens mij ook wel uit. Misschien dat... kan de indiener van de motie daar ook eens kort op reageren. Ja, akkoord. Nou, voor mij heb ik net al even als derde punt gezet. Misschien sprak ik voor mijn beurt, maar ik wil die handschoen wel oppassen. Ik snap wat de portefeuillehouder zegt. Leg het maar terug bij de raad en de raad heeft deze vraag. Het staat ook in het stuk, laat de raad maar antwoorden. Nou, dat heb ik geprobeerd te verwoorden. En dan moeten we die handschoen ook maar oppakken met een aantal hier. En ik hoop dat er een aantal meedoen. Dank u wel. Ik ga even naar mevrouw Kloekhorst. U de motie gaat. Mevrouw Hansen, voorzitter, ik wil graag eerst even naar mevrouw Kloekhorst en daarna krijgt u... Als mede-indiener van de motie steun ik op... de woorden van meneer Boersma. En ik ben tevens blij dat de portefeuillehouder aangeeft dat hij de motie niet afraadt. Maar daar ook nog eens een aantal suggesties bij doet voor extern onderzoek en de betrokkenheid van de raad. Dus dat vind ik akkoord. De portefeuillehouder zei dat ik niet correct was in mijn betoog over het ongelimiteerd onderwerpen aanpakken. Misschien heb ik het plan van aanpak niet goed geïnterpreteerd, maar ik zie duidelijk op pagina 3 staan dat, ik ga het niet helemaal citeren, de genoemde onderwerpen zijn dan ook niet limitatief bedoeld. Er zijn meer onderwerpen denkbaar die zich lenen voor een gezamenlijk oppakken. Vervolgens verderop in de alinea, tenslotte overwegen wij om vanaf nu gewoon tussen aanhalingstekens alle inhoudelijke onderwerpen die in de beide gemeenten gaan spelen, of spelen, samen op te pakken. Dan beperk je je niet meer tot ruimte, economie, mensen en maatschappij. Maar je zegt eigenlijk van, alle onderwerpen willen wij gaan oppakken, die spelen. Dat heb ik dan toch zo correct geïnterpreteerd. Dat klopt helemaal, daar heeft u gelijk in. Maar die onderwerpen waar de raad over gaat of waar de raad een besluit over moet nemen, die komen altijd bij u weer terecht. Dus de ongelimiteerdheid zit misschien niet in de thema's, want we zoeken in die drie K's zeg maar, naar versterking van kracht en efficiëntie. Maar wat ik bedoel met niet ongelimiteerd is dat uw raad zelf bepaalt tot hoever u daarmee wilt gaan. Als de colleges met voorstellen zouden komen, dan bepaalt u zelf of u daar... mee wilt gaan of niet. En in hoeverre is dan de mandatering van beide colleges, speelt daar dan nog een rol in? Als u zegt van als college heb je ook een mandaat om bepaalde besluiten te nemen, die komen dan niet meer in de raad. We hebben al eens eerder een motie ingediend om een overzicht te krijgen, een mandateringslijst. Ja. Die is nooit boven water gekomen. Oh, die is volgens mij beschikbaar. Mandateringslijsten die zijn beschikbaar. En dan zouden we even moeten kijken dat u daar inzicht in kunt krijgen. Want dat is een vrij normaal gebeuren om die mandatering zeg maar, te doen. Dat is ook ter vergroting van efficiëntie, daadkracht uiteraard, en snelheid. Uiteraard. Ja. Maar het benadrukt even de zorg die wij hebben. Ja. Hè, als je hier praat over samenwerking in ongelimiteerde thema's. En je zegt, we doen dat op ruimte, economie, zorg en mens en maatschappij. Dat vinden wij prima. Dat zijn goede thema's. Maar hè, wij hebben wel onze zorg. En die heb ik in mijn betoog volgens mij ook heel helder overgebracht. En dat is ook de interpretatie die ik hier in de tekst terugzie. Als ik een bijdrage kan leveren om uw zorgen weg te nemen en u zorgeloos door het leven te laten leiden, dan doe ik dat graag. Dan is het denk ik goed om daarmee te beginnen door nog eens even te kijken naar de mandateringslijsten. Die zijn gewoon beschikbaar. Die kunt u opvragen bij de griffier, elke dag. Maar wij zorgen ervoor dat u die krijgt, zodat u inzicht heeft in wat het college op dit moment wel is gemandateerd en wat niet. Dank u wel. Mevrouw Hansen. Dank u wel, voorzitter. Ik heb dan even een vraag aan de heer Boersma en aan de
PvdA, gaan zij dan het dictum van de motie nog aanpassen? Ik ga een voorschot nemen. Als deze raad zegt wij willen een onderzoek, en dan zouden we dat in stemming moeten brengen. Op dat moment hoeft de motie niet meer in stemming worden gebracht. Ik kan het college dan niks meer opdragen, want we hebben het onszelf opgedragen. Ik ben me net een slag voor. Ik zou de voorzitter willen vragen om die vraag aan de raad te stellen. En dan is het, als de raad in meerderheid zegt we willen dat onderzoek. Met de volgende vraag wie dat gaat doen. En dan moeten we daar komen we uit en dan gaat het onderzoek plaatsvinden. En dan kan ik het college niks meer opdragen. Dus dat is de move die gemaakt. Nou, dan lijkt me het goed om dat rondje even te maken. Ik twijfel alleen even of ik meer op mijn plek moet gaan zitten nu, of dat ik. Maar ik blijf hier wel even zitten. Ja, precies. CDA. Ja, het is wel een wat bijzondere methodiek misschien. Misschien is het wel goed dat het college daar dan enigszins in voldoende mate krediet voor beschikbaar stelt. Anders wordt het nog een lastig verhaal misschien. Maar onderzoek zijn wij voor. Ik heb net de portefeuillehouder horen zeggen exact. Dat we daaruit komen. Ja, dat zei hij letterlijk. Dat is mooi, daar komen we uit en dat gaan we ook echt doen. Het zal tijdstip zijn misschien, maar akkoord. Dat heb ik ook gehoord. ChristenUnie hoef ik denk ik niet te vragen, maar precies, dat is duidelijk. GroenLinks? Wij vinden dit een uitstekend voorstel. En dat betekent dat de discussie over hoe wij betrokken zijn als raad niet meer ter tafel hoeft te komen. Dus heel goed. VVD? Ja, ik heb het al gezegd. Op zich is het onderzoek prima. Alleen, en dat de raad dat doet ook goed. En dat we daar gezamenlijk de zaak oppakken ook. Het zou ons een lieve deugd zijn als we het even in de tijd zetten. En eerst eens even zouden gaan luisteren wat ze om hem vinden. Zonder dat we daar zelf iets van vinden. Goed, dat is een tijdskwestie en voordat deze commissie er is, zijn we toch wel over de vakantie heen, denk ik. En dan heeft u vast wel eens iemand getroffen en om een van uw eigen partij. En anders zou ik u willen vragen om dat dan te gaan doen. U gaat ervan uit dat ik niemand van onze partij gesproken heb, dat die aanname die is voor u. Dat zou u eerst ook aan mij kunnen vragen. Want dat heeft u gelijk in. Maar heeft iemand van uw eigen partij gesproken of niet? Goed, duidelijk. D66. Wij omarmen aan zich het idee dat wij vanuit de raad een onderzoek doen. Wel willen we dan graag nadrukkelijk de mening van de raadsleden in Ommen betrekken in datzelfde onderzoek. Om inderdaad die Babylonische spraakverwarring in ieder geval te vermijden. Dat lijkt me al een invulling van het voorstel dat er ligt. Dus dat laat ik even voor wat het is op koers. Wij zijn enthousiast tegen. Wij zijn ook bang dat er straks in Ommen gezegd wordt, met zulke vrienden hebben wij geen vijanden meer nodig. Partij van de Arbeid. Ja, dat had ik ook kunnen raden. Dat is net... Ja, meneer Boesma. Ik moet nog even reageren op D66. Als de raad in meerderheid zometeen gaat besluiten om het onderzoek te gaan doen, dan gaat er een aantal mensen van ons in die commissie zitten. En als er niet klippenklaar geld is wat het onderzoek doet en de toevoeging van D66 en D66 vaart een lid af, dan hebben we dan al gelijk een Babylonische spraakverwarring. Het is de Raad van Hardenberg die onderzoekt wat de voor- en nadelen zijn. En dat doen wij zonder ommen. En dus die opmerking van D66 moet wel helder zijn. Of D66 moet zeggen we gaan niet in de groep, want anders krijgen we daar discussies over en die moeten we niet in de groep hebben. Ik stel eigenlijk vast, want dit is even wat ik net zei, een nadere invulling. Volgens mij doet het aan de stemming of aan het rondje, en ik noem het maar even stemming die we net hebben gemaakt, niets af. Namelijk dat ik 26 voorstemmen heb gehoord en 2 tegen. Waarmee dat voorstel is aangenomen. En de vraag is nu of die motie wel of niet in stemming gebracht gaat worden. Ik kijk even naar mijn collega aan de overkant. Het feit dat de raad het nu overgenomen heeft, kunnen we die college niks meer opdraaien. We gaan geen 2 onderzoeken doen, dus hiermee is de motie wat mij betreft. Nee, volstrekt duidelijk, maar voor de goede orde leek het me prima om die vraag nog even te stellen, maar dan is dat helder. Dan lijkt dit agendapunt mij ook. Ach ja, natuurlijk. Dankjewel. Voorzitter. Ja, zeg het maar. Komt er nog een tweede termijn? Of? U bent mij net even voor. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Dat is sowieso de vraag. Ah, meneer Stelpstra. Dat liet zich raden natuurlijk, maar... Ja.
was net veel besproken, dus ik voel ook even de noodzaak om te reageren. Naast een inhoudelijk gedraai van de VVD zien we ook een woordelijk verdraai van de VVD, van mijn woorden. Ik wil mij daarvan distancieren. Dank u wel. Precies. Dank u wel, meneer Stelpstra. Het raadsvoorstel gaat, als er verder niemand meer is voor een... Ja, mevrouw Kloekhorst, u wilt even schorsen. Nou, dat kan. Heeft u genoeg aan 5 minuten? Prima. 5 minuten. Ja, we verzoeken om iedereen zijn iPhone ik wil, zaklamp. Ik wil vragen of iedereen weer plaatsneemt op zijn plek, want de 5 minuten zijn ruimschoots voorbij. De schorsing is dus ook voorbij. Mensen die zich nog willen uitlaten over, of die hun stem nog willen laten horen over het plan van aanpak, die moeten zorgen dat ze terugkomen in de raadzaal. Nee, ik ben ook bang dat ik niet te horen ben in de hal. Kan dat? Ja. Ik heb het idee dat iedereen wel terug is, maar nog niet op zijn plek zit. Bijna iedereen terug is en nog niet op zijn plek zit. Nou, nu is iedereen... Nou, nee, echt nog niet iedereen terug. Mooi. Het agendapunt, ik maak dit agendapunt even af en daarna geef ik de stoel weer terug aan de voorzitter. Voor ons ligt het raadsvoorstel over het plan van aanpak vervolg bestuurlijk manifest, waarin de raad wordt voorgesteld om de besluiten in te stemmen met het plan van aanpak. Bestuurlijk manifest van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg en Ommen. En in te stemmen met het voornemen om 70.000 euro in te houden op het door de BOH aan de gemeente Hardenberg terug te storten rekeningresultaat 2015. Kan... Ja, zijn er mensen die een stemverklaring willen geven? Ja, mevrouw Kloekhorst. Mevrouw Kloekhorst. Ik wil nog even volstrekt helder aangeven dat wij als fractie van de Partij van de Arbeid niet op voorhand tegen een mogelijke fusie zijn van onze gemeentes. Wij vinden wel dat de volgorde niet gevolgd wordt. Onderzoek is wat ons betreft eerst en daarna een plan van aanpak. Wij zullen dus tegenstemmen. Dat is duidelijk. Dan maak ik het rondje gewoon verder af als er verder geen stemverklaringen zijn. Op koers. Ik heb het al aangegeven in mijn eerste termijn. Wij zijn ook tegen. D66? Zijn voor het. VVD? Voor. GroenLinks? Voor. ChristenUnie? Het is een stap in de goede richting, we zullen zijn voor. En het CDA? Voor. Nou, dat is aangenomen met 5 tegen en dan zijn het er 21 voor. Dan dank ik u hartelijk en dan geef ik de stoel weer graag terug. Akkoord, dank voor de steun. In die zin zeg ik nog maar even als portefeuillehouder. Wij zijn aangekomen bij bespreekstuk nummer 8, agenda punt 8, concept jaarstuk 2015, conceptbegroting 2017 van de bestuursdienst. Er was gevraagd door de ChristenUnie om het een bespreekstuk te laten zijn. Ik kijk allereerst even in de richting van de ChristenUnie. De heer Stelpstra. Voorzitter, wij waren voornemens een zienswijze in te dienen tegen de wens van een weerstandsvermogen van 1 miljoen. Maar aangezien het weerstandsvermogen nu nog 6 ton is en het slechts een wens is om tot 1 miljoen door te groeien, is een zienswijze niet het juiste middel. Wij denken dat het signaal op de wens voldoende is overgekomen. Was er wel tot 1 miljoen weerstandsvermogen gegroeid, dan hadden wij wel een zienswijze ingediend. Daarbij is een toezegging gedaan door de portefeuillehouder voor een notitie over het weerstandsvermogen. Wij zien daarna uit en gaan dan graag wederom over dit onderwerp in gesprek. Het zou wat ons betreft dus een hamerstuk kunnen worden. Dank u. Akkoord. Daarmee wordt het wat mij betreft een hamerstuk. En vraag ik, wil iemand nog een stemverklaring afleggen? Dat geldt voor de fractie van Op Koers.nu. Een stemverklaring. Mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. Op Koers.nu is altijd al tegen die BOH geweest.
Vandaar ook dat wij ons niet kunnen verenigen met deze stukken en dus tegen dit stuk stemmen. Dan stemt u dus tegen de ja-stukken zoals ze voorliggen van de bestuursdienst. Ik breng de stukken in stemming en ik vraag u, kunt u instemmen met deze concept ja-stukken of met de ja-stukken zoals ze voorliggen op dit moment? De fractie van het CDA voor, ChristenUnie voor, GroenLinks voor, VVD akkoord, D66 akkoord en de Partij van de Arbeid ook akkoord. Met uitzondering van de stemmen van op koers.nu zijn de voorstellen aangenomen. Al dus besloten. Brengt ons bij de hamerstukken, waarvoor een stemverklaring mogelijk is. Het bestemmingsplan buitengebied, verlegging, gasleiding, Almelo, Slagharen. Behoefte aan een stemverklaring? Niet het geval. Kunt u instemmen met het voorstel? Unaniem aanwezige raadsleden hier akkoord. Punt 10 van de agenda, lijst met ingekomen stukken tot en met 10 mei 2016. U kunt instemmen met wijze van afdoening. Dat is akkoord. Dan is er nog volop de gelegenheid om gebruik te maken van de rondvraag. Heeft u daar behoefte toe? Ik zou mij kunnen voorstellen dat er nog punten zijn die... Mevrouw Hansen, gelukkig. Ja. Durf ik bijna niet, maar ik heb meer dan 6 weken geleden schriftelijke vragen gesteld over de hennepteelt. En ik heb daar nog geen antwoord op mogen krijgen. Aan u dus de vraag wanneer ik die mag verwachten. Ja, terecht dat u die opmerking maakt. De vragen liggen inmiddels bij het college. En ik kan u ook aangeven dat het lang heeft geduurd omdat we afhankelijk waren van een andere organisatie, namelijk de politieorganisatie. Daarmee wil ik het niet wegschuiven. Maar ze liggen nu bij het college. En ik ga ervan uit dat ze volgende week dinsdag worden vastgesteld en met spoed in uw richting dan komen. Akkoord. Andere vragen nog voor de rondvraag? Dat is niet het geval. Agenda punt 12, sluiting van deze vergadering. Om 11:40 tot 12:00 kondig ik aan. Blijven in ieder geval de lampen branden in dit gemeentehuis. Dus voel u vrij om nog even wat na te praten. De vergadering is gesloten. Dank voor de inbreng.